The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg het al, u heeft een probleem. het ergens over moet gaan. Zijn de listes. Not the face! Schrikkers op kun onderdanig. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA! Op 15 oktober gaat op het Filmfest Gent de film Cool Abdul in première. De film vertelt het waar gebeurt verhaal over Ismail Abdul, de Gentse bokser die meervoudig Belgisch kampioen en Europees kampioen werd, maar verstrikt geraakte in de wereld van criminaliteit en drugshandel. Abdul wordt in de film gespeeld door onze gast van vandaag. In tegenstelling tot Ismaël Abdul komt hij niet uit Gent, maar uit Antwerpen. Hij werd letterlijk ontdekt toen hij op de Antwerpse Meer aan het werk was als floormanager van kledingwinkel River Island. Hij had in 2011 een rol in de kortfilm Broeders van Adil El Arbi en Bilal Fallah, en hij zou nog vaker met hem samenwerken in de debuutfilm Image en Patser. Verder speelde hij de rol van militair Idris in het tweede seizoen van de uh, VTM-reeks uh, Cordon, en in 2019 zat hij in de Nederlandse misdaadse reeks Keizersvrouwen. En in 2020 kreeg hij de rol van Osman Azizi in de allereerste Belgische Netflix-original-reeks Into the Night. We zijn alvast heel blij dat hij hier is. Eh, vooraleer hij naar Hollywood vertrekt. En we hem niet meer in de podcast krijgen wegens de druk. Dus welkom Nabil Malat. Dank u wel. Zalva met u? Yes. All top, good. Merci, 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 ja, spannende merci, tijden zeker. Hè? Een première die er zit aan te komen. Ja, dat klopt. Um, heel spannende tijden. Ook omwille van het feit dat het de uh, rol is die ik het meest heb voor voorbereid, laten we zeggen: mm -hmm. met het boksen, met het gens. Ja. Wat dus, uh, was eigenlijk het moeilijkste, het, het boksen of het gens? Um, ik ben eigenlijk, mijn, mijn, mijn lichaam leert makkelijker. Mm -hmm. Dus op zich was het boksen in het begin een beetje roestig. Maar naarmate dat je losser komt, beter. Mm -hmm. Maar dat gents, daar heb ik in het begin wel moeite mee gehad. Ja. Met de klankje, met de... Ik kan nu gans klappen dus zonder problemen, dus, weet je. <laughs> dat kwam er een beetje te vlot uit ook in. Dat is een beetje het zelfs, eigenlijk. Hè. Nu lijkt het al bijna alsof je een Gentenaar bent, dat doet alsof dat hem een Antwerpenaar is. is. Ja, cool. ja ik, merk, ik merk bijvoorbeeld ook als ik dan aan het spelen ben, uh, op andere dingen, en dan in het Gents moet spelen, mm -hmm. en dan tussen de takes een uitleg vragen, en dan komt mijn Antwerpsekent terug naar boven, <laughs> en mensen wel even moeten verschieten. Ja. Dus dat is wel grappig. Je hebt echt met een dialectcoach moeten samenwerken, of um, hoe, hoe gaat dat dan? Ja, ik, ik speelde Ismail Abdul en je hebt Gens en je hebt Gens. Je hebt Gens, je hebt gens okay. dat je, dat ja, we zeggen, dat, dat, dat het heel, heel blank is. Wat mm -hmm. je. Maar je hebt dan zo de Brugse Poorts Gens, dat is zo de straattaal gens, mm -hmm. En daar echt een taalcoach voor vinden was, is quasi onmogelijk, omdat er niemand echt straattaal Geeft of zo. Ja. Dus ben ik eigenlijk heel lang uh, in mijn, mijn beste maten geweest, Rabba Bissegier. En uh, dat is ook een boxcoach geweest, uh, nog altijd eigenlijk. Maar uh, hij, vooral, zijn, zijn manier van spreken, ik wou gewoon hem zijn. Ja. En dat, was, dat had hij dan ook aangegeven aan Jonas, de regisseur, dat ik echt wou spreken zoals Rabba. En hij is volledig akkoord gegaan en mm -hmm. hebben ze hem dan aangenomen als mijn coach en hebben we dan een traject afgelegd van een paar maand, vier maanden in totaal, denk ik, drie mm -hmm. maanden en een half. En voilà, nu kan ik Gent spreken. Hè. En wat, was, wat, was, wat is eigenlijk het verschil, als je zo gewoon het Gent zet, of je het, je het, de straattaal Gent, dat, zijn dat grote, hoorbare verschillen? Ja, dat is, dat is zoals, zoals, zoals iemand van Burgraut en iemand van Braschaat. Hè. Ja. Je, je hoort wel ergens in de klank, in de kleur, in de ja, ja, ja. manier van bepaalde zinnen uitspreken en zo. En dat voor mij, ik ben daar heel gevoelig aan, dus... Ja. ja, het is nu... Het is moeilijk om nu iets iets als voorbeeld te geven, maar je merkt het ook. Iemand die van Breschout komt en die in Breschout opgegroeid is of in schoten, mm. heeft een andere tongval of een andere accent of een andere manier van spreken dan iemand die in Begrout of aan de Handelstraat opgegroeid is, of, of, ja. of op het Zuid uh, of, of op het kiel. Mm -hmm. Het is ergens iets anders. Ja. En, en dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ja. Je zei dat het, uh, dat het boksen roestig was, dus dat betekent dat je het al gedaan hebt nee. eigenlijk, of niet? Nee, nog nooit gebokst uh, voor voriging... je. tenders van een gevecht wordt gedaan daarvoor. Capoeira, oh, oké, okay. nice. Uh, een beetje taekwondo gedaan. Ja, maar overal uh, echt boksen heb ik nooit gedaan, dus dat was totaal iets nieuws totaal andere houding aannemen, totaal hm. andere manier van bewegen. Ja, um, ik ben Carlos, Carlos Schram was mijn coach. Ja, ja. ben ik enorm dankbaar om, want hij heeft me heel veel geleerd, me heel veel ondersteund. Maar ook heel veel uitgelachen. <laughs> dat, is goed, he. dat is altijd goed dat is altijd ja, goed dat is motiverend ja. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja. en ja en, en, en ja eenmaal dat je, dat je de klik hebt en, en dat je het gevonden hebt ontwikkelt je ook sneller ja, ja. Maar, ik vind dat wel interessant omdat je nu die man te met zitten die in acteur is in zo'n toe. je ziet dat bijvoorbeeld staan Matrix of zo Keanu Reeves in, die ineens die sport moet doen Terwijl iedereen die ooit in zijn leven al eens een hobby heeft gedaan of gevechtsport, weet dat dat lang duurt, maar als je, als zo, jou, je hebt niet oneindig tijd. Je hebt geen vijf jaar ja. tijd. Wordt het dan, uh, is dat dan gewoon dat je meer sessies per dag hebt, of wordt het toch op een bepaalde manier getraind iets tussen echt boksen leren en op televisie, uh, sorry, op het scherm? Ja, het ding is, met boksen is, je ziet dat direct. Mm. Fake. Ja. Dan merk je direct op dan merkt, je merkt op dat iemand geen bokser is. Je merkt op dat iemand niet kan boksen, maar dat hij dat geleerd heeft. Voor mij was het heel belangrijk om, om, om een spoedcursus te doen. En mijn spoedcursus bedoel ik zoveel mogelijk op korte tijd mm. daarmee bezig zijn. Als het nu filmpjes is kijken, als het nu erover spreken is, kijken, als er nu eh, bepaalde highlights kijken van bepaalde matchen, zelf veel trainen, veel mee bezig zijn. Maar ja, dat is, het is, het is gek, maar acteurs moeten effectief op korte tijd er bijvoorbeeld fit uitzien, of mm. ineens vermageren of ineens dik zijn. En daar zijn technieken voor, maar het is vooral heel hard werken. Het is gewoon even toewijden en even daarmee bezig zijn, alleen daarmee bezig zijn. Mm. En dat is eigenlijk wat ik vooral heb gedaan voor Kota Boel. Ik trainde elke dag, 7 op zeven. Zowel gents als Box. Dus, omdat, omdat, het ding is, oké, okay, er, er zijn veel mensen die samenwerken aan zo'n film. Hè. Mm. Maar jij als hoofdacteur gaat de enige zijn die de vinger gewezen krijgt. Als er iets verkeerd uitgesproken is, als er mm -hmm. een boxmatch niet oké okay is, uh, of dergelijke, zit jij wel degene die de vinger krijgt van ja, je gaat deze wel beter kunnen doen, of gaat deze wel beter kunnen doen. En ja, dat is een grote angst natuurlijk. Want ja. als een film slecht is of goed is, dan is de regisseur. Maar alles wat je ziet, is niet de regisseur, en dat is het ding. En voor ja. mij is het heel belangrijk dat je, dat je daar zo correct mogelijk in mee, mee werkt ofzo. Wat vond, jij, wat vond jij het moeilijkste eraan, aan die training? Wat was, wat was voor u hetgeen waar je van zei, hier heb ik het meeste moeite mee? Zo. Ja, het is gewoon, boksen, moet, boksen moet, moet iets, dan moet je passie zijn. Hè? Mm -hmm. uh, ik heb nu het geluk dat, dat acteren mijn passie is en dat hij dat via, via daar onrechtstreeks mijn doorzettingsvermogen geeft. Maar als je, als je geen bokser bent of geen, geen passie hebt in boks, dan houd je dat gewoon niet vol. Ja. Gewoon eerlijk over zijn. Het is even leuk om je frustraties uit te werken op, op, op de box, maar als je dan effectief gaat moeten werken aan techniek, aan zelfverdediging, als er... Ik zeg het, bij alle matchen die ik heb gespeeld in de film, drie kwart daarvan is echt sparring. Mm -hmm. En dan in de choreo's voor de chaos, maar de rest is sparring. En als je dan tien uur lang moet sparren tegen iemand die twintig kilo zwaarder is dan je, mm -hmm. en, en je begint dan te bloeien aan je, aan je heupen, omdat je benen er tegen elkaar kan halen telkens elke, elke slechte krijgt, of... Mm -hmm. blauwe plek krijgt van je eigen handschoen die op je, op je voorhoofd geplakt is om geen klappen te krijgen op je gezicht, dan heb je er wel ergens een vorm van motivatie voor nodig. Ja. het zo zeggen. Dat is wel wat zachtjes uitgedrukt. Ja, dan moet een beetje gemotiveerd zijn wel. Ja, nee, maar het is gewoon. Ja. Het is, het is, het is, je moet er rekening houden. Dat is, dat is een gladiatorengevecht, hè? Boksen. Mm -hmm. dat, dat zijn twee mensen die voor de entertainment van andere mensen elkaar moeten neerhalen. Hè? Ja. Moet dat moet je wel graag willen, hè? Ja, sowieso. Dat trekt ook een bepaald uh, personage aan. Hè. Dat zijn ook figuren die daar komen trainen, ook natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Want iedereen dat daar zit in zo'n club is daar wel voor een reden of zo. Zeker degene die blijven trainen. Hè. Voilà. Degene die zoiets binnenvallen om dat te testen, dat is iets anders. Maar de vaste leden in een club, als je daar twee minuten tegen babbelt en denkt altijd: ah. Oké, okay, dat is dat, dat, dat soort persoon of zo. Ja. Er moet wel een bepaald soort persoon verzinnen. Ja, en dat heeft echt denk enorm, ik enorm, enorm mm -hmm. veel doorzettingsvermogen. enorm veel discipline nodig. Mm -hmm. Is dat iets dat je gewoon meepakken jaren na deze film nog? Ja, toch wel. Ja. wel. Trainen nog altijd? Doe dat nog? Of, of? Na de film ben ik heel lang gestopt met sport. In het algemeen omdat ik er echt een degoe van heb. In ja. zin. Omdat je er constant, eigenlijk met dat het dat dat, dat dat niet meer leuk wordt met moed. Mm -hmm. Je moet fysiek moet fysiek goed blijven, en je moet lopen, en je moet sporten, en je moet, en je moet, en je moet. En dan heb ik het gewoon echt gezien of zo. Dat duurt nu, dat, dat duurt ook lang voordat je dan terug die goesting krijgt. Om terug te beginnen sporten en dergelijke. Maar ja, dat is nu steltjes aan het beginnen. En ik denk mm -hmm. wel dat ik, wel, dat ik boks, boks wel altijd ga blijven doen, niet meer zo intensief. Mm -hmm. Maar, wel, maar wel, wel, kan dat wel blijven doen. Dat is wel, eh. En dat zoveel moeten doen qua dieet en zo. En dat daar ook mee moeten bezig zijn. Met wat dat je allemaal eet en zo. Als je, als je zo in, eh, want je moet er... Het is bij u natuurlijk nog anders ook. Niet alleen moet je kunnen eh, boksen er realistisch laten uitzien. Maar het is ook film. Dus je moet er ook in shape uitzien. Je moet er ook cool uitzien. Het, ja. Ja. het ding is... Um, eenmaal dat je meer begint te sporten. Begint je lichaam ook meer te verbranden, waardoor je automatisch meer honger krijgt. En automatisch meer denkt aan eten en deftig eten en dergelijke. Een specifiek dieet heb ik niet gevolgd. Nee. Um, Daar heb ik nooit echt. Ik heb die discipline niet. Ja. Ik kan geen diëten volgen. Ik kan, geen, ik kan alles antibiotica uitnemen. <laughs> dus dat pakt je zo tot dat dat je, je beter voelt en dan vergeet vaak, dat dat gewoon te vaak pakken. Wel, ja, vaak ja, wel, ja. Vaak wel. Dat ken ik. Het ja. is wel, dat is wel zo, als je, uh, je dacht, toch altijd hoort van acteurs, je moet eigenlijk ook redelijk ijdel zijn. Je moet je nooit niet laten gaan, want je zegt, ja, ik heb niet zoveel discipline. Maar eigenlijk door je job moet het toch ook altijd bezig zijn met hoe dat je eruit ziet. Daar hangt ik er vanaf, man. Ja, toch? Ik ben, ik ben eigenlijk gezegd. Uh, ja. Ja, en nee. Want uh, heel vaak, zeggen ze ijdel, maar heel vaak bijvoorbeeld, tussen twee projecten, als ik een project heb dat aankomt, zeg je tegen mij, je mocht die je, je mocht je niet meer scheren. Geloof me, na drie maanden, dan zit er niet meer uit. <laughs> dat <zeggen> ze. <laughs> <laughs> dus, <laughs> <laughs> dus ja, um, tis, well, tis, Je hebt goede baardgroei ook, dus tis, dat gaat wel ja, redelijk indrukwekkend zijn dan echt, denk des ik. Des <laughs> <laughs> ja, en soms, soms ja, ziet je eruit als een holbewoner. Hè. Ja. Omdat je weet dat, je dat er binnenkort uh, geknipt aan geworden hè. Je, mo je moet rekening houden dat overal, dat is, dat is een deel van het job, hè. een, 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 een kepperstolen in de kepperstool gaan zitten. Op een gegeven moment vind je het gewoon niet, meer, het gewoon niet plezant om ijdel te zijn of om naar de kepper te gaan voor jezelf. Kom heel je van het feit dat dat constant wordt gedaan voor je. Uh. Het is dubbel, het is dubbel. Het is echt met, met, met momenten. Um... Maar ik kan me dat wel voorstellen. Dat je dan met een mouten op stap zet of zo, en je zit in de voorbereiding van een rol die dat er pas binnen een half jaar moet je gaan binnen draaien, dat dat. Ja, en het resultaat wordt waarschijnlijk pas een jaar of ja, twee jaar ja, later ge, ge gezien. Je ge ziet er, ongelukkig, uit. je een leven opgegeven, die gast, die wil niet meer acteren, maar eigenlijk is dat er niks mee te maken. We, we was, moeten, moeten niet gewoon babbelen met de ja. Nabil, want hij is echt niet. We go, intervention. Zo, Wallen onder zijn ogen, tien kilo erbij, zo'n baard, zo dit is echt zo. niet oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, waarschijnlijk moet ik nog niet te veel zeggen, want alles is een geheim. Ja, ja het is het ja. een beetje raar. Want ik denk dat ik ergens, ergens ook in een interview gelezen had dat, je, um, dat de film grotendeels voor, voor de lockdown was opgenomen, ja. dat er dan toch zo één scène was die... Nee, eigenlijk een hele boxmatch. Dus... Ah ja. <laughs> een, een groot stuk. Ja, dus, dus eigenlijk, ik denk dat dat twee dagen per boxmatch was ongeveer. Twee draaidagen. Mm -hmm. En uh, dan een hele opname gedaan. En je begint dan aan een opname. En, tussen, en, en je bent elke dag vroeg klaar met draaien. En in plaats van je naar huis te sturen, zeggen ze van oké, okay, Jannebiel, we kunnen nog een loop scène doen. En als je dan een maand lang loopt zijn, is hebt gedaan en dan is het fysiek gelijk zot, dan denk je van, oké, okay, let's kill this shit. Mm -hmm. En dan was het lockdown. En dan was er geen gym meer open. En dan was er geen boksaal meer open. En dan was er... Ik ben van V naar A gegaan. Echt van dit mm -hmm. naar dit. <laughs> en dan, en dan gewoon zo lui als hij thuis, en aan het eten, en aan boeven, lockdown. En ineens zeggen hij tegen mij, heb je hebt een maand en een half. Uh, we gaan binnen een maand en een half terugdraaien. Dus ik heb dan heel die training op een maand en een half gepropt. Dat ik voor die net gedaan voor heel de film. Heb ik terug, terug in shape geraakt. Heb ik die, 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 die scènes alsnog gespeeld. En mm. is goed gekomen. Maar ja, het was heel even pieken. Mm. Daarmee ook denk ik dat ik, uh, dat ik geen goesting meer had in sport. Omwille van het feit dat ik door die lockdown nog extra mo moest. Ik was in shape, ik was in een routine. Ik had mijn draaidagen. Ik dacht, oké, okay, nog twee draaidagen. En ik zit er vanaf. Hmm. En ineens gestart. En ineens ja. is het lockdown. En, ja, en, ook, en, ook, en ook vooral zonder vooruitzicht van wanneer dat terug gaat starten. Hè? Want ja. Dat was ook dat ding. Het was niet dat ze zeiden, oh, ja, een paar weken en we zijn ja. terug weg. Nee, dat was... Dat bleef maar... Alles, alles bleef nou. maar uitgesteld worden. Maar ja. we wel echt in eerste hand kunnen ervaren uh... hoe rap dat conditie weg is. Ja, tuurlijk. Allee, of of, of visibele conditie, ik zal zeggen. Het nee, 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 Maar is, of, uh, je moet rekening houden het is de, de x-aantal tijd dat je erin steekt, is de x-aantal tijd dat het in je blijft. Mm. Als je je fysiek op drie maanden tijd de kinderen getraind krijgt, je kunt een goede conditie krijgen op drie maanden tijd. Maar dat gaat ook niet lang duren voordat het terug weg is als je stopt. Terwijl als iemand jaar, lang, jaar en dag aan het trainen is, muscle memory, uh, je lichaam is maar meer gewend, je kunt ook wel meer tegen een stootje. Het duurt ook langer voordat je conditie volledig weg is. Dat is normaal. Hoe meer tijd je erin steekt, hoe, lang, hoe langer het duurt voor het weg is. Ja. Hmm. No. Is dat gewoon? Worden jij iemand met een redelijk oké basisconditie? Of ze je echt met Ik ben altijd iemand van... die actief was geweest. Want dat je altijd... ziet er toch nog altijd vrij sportief. Het, dat je je ziet zitten, dan heb ik niet het gevoel van een gast die er niks aan doet. Ja, nee, nee, nee. De, de, ik ben altijd wel actief geweest. Ik ben altijd ergens een ADHD er geweest. Ik, ik ga elke dag op mijn handen staan. Uh, nog altijd en zo. Dat wel. Dat wel. Maar dat is nou. jij altijd... elke dag op je handen staan? Toch wel vaak. Okay. Probeer, ik probeer dat toch wel vaak. Ik heb sinds al, al sinds jongs af aan. Ja. En ja, dat, 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 dat helpt voor mijn rug bijvoorbeeld. Ik heb nooit rugproblemen gehad. Hmm. Nee, dat het daardoor is, omdat mijn rug veel getraind wordt. Oh, is dat wordt. handstand tegen de muur of gewoon, dus handstand, gewoon in handstand in het midden van de, midden, de kamer? Ja, in het midden van de kamer. Cool. Ja, dus uh, het Als ik dat aan. probeer, heb ik nog meer problemen <laughs> met mijn rug. <laughs> Dan is het officieel gedaan. Ja, maar ja, rug rugpijn is te wijten aan... De spieren die er rond niet genoeg verstevigd zijn. Mm -hmm. ja. En dat doet in het begin pijn om, om die rug te trainen. Hè? Maar eenmaal dat dat getraind is, heb je er wel geen last meer. Ja. Ik weet dat dat heel ideologisch klinkt en ik weet dat dat heel vermoeiend klinkt vooral. Mm. Maar dat is de realiteit. Dat is de realiteit. Ik, ben, ik heb een, een probleem met mijn trapezium. Ik ben ooit geëxtricuteerd geweest. Mm -hmm. En mijn, mijn spieren zijn van binnenaf verbrand geweest en zo. En ik, 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 als het regent of als het vochtig is of als het slecht is, dan kramp ik helemaal en, en word ik helemaal stijf. Tenzij ik Blijft bewegen en zijn bloed blijft doorstromen. Wow, wat is er gebeurd? Hoe, hoe ze die gaan Ja, dat is een heel grappig verhaal. Ik, <laughs> was, uh, ik ging naar de Ardennen met een groep vrienden. We gingen daar gaan barbecuen. We zochten een plekje en uh, we zijn aan het rondrijden. en, en We zagen dan zo kei vlakte, kei mooi, kei schoon. En toevallig dan zo de twee onderste elektrische draden uh, geknipt. En dat was gewoon ideaal. En iedereen denkt: oké, okay, let het doen eens. En we zijn aan het zo'n beekje aan het oversteken en iedereen onder rond aan het kruipen. We hadden zo'n mooie picknicklaken gelegd, we hadden eten allemaal klaargelegd. En ik ga het nooit vergeten, ik heb de metalen barbecue vast en ik ben met mijn voet in het water en ik wil onder die, die elektrische draad en mijn trui blijft haken. En ik trek mijn eigen los en die draad pakt mijn schouders. En ja. ik ben dan zo blij... Dat, is, dat, zo, dat, dat, dat gebeurt niet, dat trillen gebeurt niet. Nee. Je, je verstijft gewoon volledig en je kunt niet ademen. Een vriend van mij heeft mij met, 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 met zo'n zo boomstam omver moeten duwen. Ik val dan omver buiten adem voordat Ik kan niet ademen. Mijn pakt op mijn longen. Mijn schouders is helemaal verstijfd. En die trekken mij dan naar die, naar die picknicklaken. En ik lieg daar terug op adem te komen. Maar ik kan niet bewegen. Dus ik lig op mijn rug. En ik hoor. Tuk -tuk 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 -tuk. Iedereen daar rond mij staat recht, begint te lopen. Ik draai me om, ik zie daar acht paarden op volle vaart rondlopen. <laughs> ik zo, zo weg, aan het weg proberen lopen. Ik kom eraan en we zaten aan de overkant van dat beekje te kijken naar hoe dat de paarden al onze brood hebben gegeten, al onze sla hebben gegeten. En daarna als ze weg We hebben dan de rest van die barbecue enkel vlees gegeten. En zo, helemaal zo zielig als iets. Maar ja, dat is uh, een hele plekje. Maar hij zat er nog, man, want was je voelde ja, nee, ik, dan ik, erna, ik echt, ja. zo weg. Ik ben echt wegkropen. Weg, weg, en uh, ja, uiteindelijk ben ik daarna aan de dokter geweest. Heb ik drie maanden stijf gestaan. Zo alsof ik dat... en, en nu, elke keer als het zo vochtig of koud. Of, of... Ja, daar pakt hij het eerst op. Als ik griep heb, pakt hij eerst op mijn schouders en op mijn rug. Ja. Dus, ja. Dat is, uh, ja, dat is wel... Ik heb nog nooit iemand gekend die echt volle bak geëlektrocuteerd is geweest. Dat is wel zo... Meestal kun je ook niet navertellen natuurlijk. Als ja. die, uh, <laughs> dat is... Uh... Uh, nee, nee, dus, uh, de dokter heeft tegen mij gezegd dat mijn spieren van binnenuit begonnen te verbranden. Ja. Dus dat gebeurt er als je ge geëlektrocuteerd wordt. Je lichaam brandt uit van binnenuit. Ja. Dat is wel crazy. Iets wat niet ooit is... Je moet hij eens opzoeken en er is wat dat is. Maar er is een gast in Amerika die zo meerdere keren door de bliksem gerokt is. Ja. En die heeft dat altijd overleefd. Ja, ja. Maar je denkt... Holy crap, man. Want dat is meestal ook... Als je daardoor gerokt wordt, is het ook uh, all she wrote. Hè? Ja, zeker. This man gets struck by lightning twice on camera and lives. Jesus Christ. Ja, ja dat is echt gestoord, hè. En als je dat gevoel op dat moment meemokt, wat was sorry, dat? Sorry, sorry, sorry. Ik moet dat toch even zien. Ja, wat hè? Het komt heel snel. Ja. Oh! Oh, shit. Oh, fuck! Wacht, ik vond ik een... <laughs> wat was dat? Letterlijk. Amai. En vooral twee keer, ook dat vind ik echt zo ongelooflijk. Ja. Ja, deze vorige was beter eigenlijk. Ja, ja, dat was echt een inslag. Hier komt, hier komt en je ziet m. hem lopen. En dat is los. Oh! God God damn, man. Ja, snijp man. Want je ziet ook die plek op de grond, ja, hè, waar dat ja, ja. ingeslagen is. Dat is waanzin, man. Wat wat, Had jij toen het gevoel van shit, ik kon hier dood? Toen dat dat aan het gebeurde? Of dat gebeurt allemaal zo snel, ja. maar duurt ook lang. Ja. Je weet niet wat met, er. Met, 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 dus, laten we zeggen dat dat eerder voelt als een hand die je vastpakt. Ah ja. De, het besef dat je gelektrocuteerd ge wordt komt later, pas. Ah ja. Op het moment zelf is dat in die fractie, iets dat je vastpakt, je weet niet wat er is, en ineens... Fuck. Ik ben juist gelukkig geweest. Ja, ja, ja. Dat is dat eigenlijk. Die besef komt later. Dat is zoals op je hoofd vallen. Knal, lights out, en dan wordt de wekker van, ben ik juist op mijn kop gevallen? Een slag hebt op mijn hoofd. Of KO, gewoon in een boksering. Ja, voilà. Dat is ook zo. daar dichtbij in de buurt gekomen? met Ja, toch? Ja, toch een paar keer. Ja, toch een paar keer en ook gewoon in van het vet dat, dat, een boxmatch duurt normaal niet zo lang hè mm -hmm. als tien uur lang aan een stuk door draaien ja. en dergelijke wat is dat een dikke in de 40 minuten is ja, dat ja, zeker dus alles bij elkaar 12 honderd van drie minuten, 3 minuten zo. Ja. dus ja. ja zelfs de bokkers zelfs de bokkers zoiets van oké okay, oh oké okay, yo die ja. gaan ook kapot hè die gaan ook gaan zitten dus ja, want die gasten tegen... waar je tegen tegen Sparden voor de film alleen, waar dat we dat je de gevechten meedeed dat waren allemaal wel boxers. ja 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 ja, 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 zeker, ja. De, je ja. Hebt, uh, Nebula Lahouari, uh, je hebt uh, de Jan, je hebt uh, Morad Direcci, je hebt. Uh, Heb je Direcci ook meegedaan? Die oh kijk, okay, cool, Yif, die, ken Yif, ik. Yif Gabu, die ken ik. Ivan Gabo is ook een van mijn tegenstanders, ja, ja. ex-Europees kampioen. Dus die zijn allemaal echt profboxers. Hè, en en het, het ding is, het verschil, het ding is, een boxer is geprogrammeerd om raak te slaan. Ja. <laughs> ja, dus je, je moet rekenen, ja, het is geprogrammeerd om raak te slaan, dan wordt hij gevraagd van de film en die moet hij er nufest slaan. Ja dus sowieso had een paar keer raak, raak slaan. sowieso dus ja, ja, ja. had een paar keer op je bek en dan, dan ja. vraag je gewoon om veel voor te spelen, en dan wil ik niet stoppen, want dan heb je dat op beeld, ja. bonk, fuck, en dan gewoon verder doen, gewoon verder doen. Ja, <laughs> is, dat niet, is, dat niet, uh, is dat niet, het dat aan het acteren in, in zo'n soort film? Ik zou zeggen, er is een camera, je zit op een bepaald moment in die ring zitten, jij zegt iets, hè, dat zegt dialoog, en dan gaat de bel, en dan zeg je... hoe wordt ze dan aan het acteren, hoe wordt ze dan aan het sparen, of zit dat ertussen? Ja, want je moet ook berekend boksen, dan ofzo. Um, of zo. Of, of is dat één een blur of is dat gewoon. Laten we zeggen, dat kijk, je hebt, je hebt, dat begint in een blur. Dat begint in een losse spelling. Dus er wordt gewoon echt geknokt met elkaar. Zo. Dat, dat wordt geraakt. Want alle impacts op het lichaam zie je dat dat geen echte impact is. Dus dat, dat wordt sowieso gedaan. Maar op een gegeven moment, als de gevechtscoördinator ziet dat wij bijna in positie zijn. Dan roept hij bijvoorbeeld nummer één. roept hij één. En dan weten wij dat wij in een positie gaan moeten gaan, gaan. Dan moeten we eigenlijk moeten sparren, blijven sparren. Maar ergens in een positie van erin komen. En als ze twee zeggen, dan beginnen we aan een choreo. Ja. Maar daartussen is echt... Je bent echt bezig met iemand, hè. Dus als je je dekking niet omhoog doet, ga je die wel krijgen, hè. Ja. Snap <laughs> dus, je? <Ja. laughs> dus ja. 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 Dat, is, dat moet ook al wel heel zot zijn, omdat, dat, omdat je daar moet overgaan van die extreme concentratie van te sparren. Hè? Want dan zit je echt. Dan, dan zit je alleen maar aan het kijken en aan het ja. reageren in dat. En dan gaat ze zo ineens over in. Twee. Oh ja, dan nou moest je ga dat doen. Dan moet ik ik dat doen. Dan moet ik daaronder door. Ja. En dan moet ik dat. Zo, dat, is, dat, was, dat was dat voor u? Ja, dat is waarschijnlijk training, nemen kan dat dat ook iets is dat gewoon in u gedrild zit ja. dat je dat direct door hebt. Net zoals een danser, hè? Ja. Die, die leert ook curieus en, ja. en, en die kan die ook naar boven brengen wanneer dat, dat gevraagd wordt. Hè? Ja. Dus ja, het is gewoon heel veel geoefend geweest en heel veel opnieuw gedaan geweest. En... Maar dan... oh, oh, ja. Sorry, sorry maar ja. als je gaat je draaischema, eh, maakt het nou verder ook niet uit. Die en dag is het uh, in de boksering maar het is, het, is ook een, het is ook een verhaal. Het zijn ook uh, mm -hmm. klassieke, tussen aanhalingstekens, filmscènes uh, of weet ik veel, een liefdescène of een vriendschap zijn, of een actiescène niet in een boxring. Is dat. Um, waren de, 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 de boxdagen wel echt iets anders voor u? Ja, ook gewoon, ik ben ook gewoon heel, heel denkbaar dat ze gegroepeerd werden. Ja. Dus je hebt dan, we zijn begonnen eigenlijk mee in de, in, de, in de gym. Dus alle scènes daar in de gym dus alle trainingscènes, alle op, op, voorbereidingsscènes, uh, alle, alles wat in een gym zich afspeelt, zijn we daarmee begonnen. Met hier en daar wel een klein spel. -synetje. Dan hebben we een hele periode enkel spel gedaan. Waar ik enorm denkbaar voor ben. Dat ik me enkel kon focussen op het spelen, op het, op het acteren. En dan op het einde hebben ze dan de, de effectieve boxmatchen georganiseerd. Om, ja. Ja. om dan gewoon puur te focussen op het fysieke. Ja. Ja. Dus daar ben ik wel blij om. Dat het helemaal door elkaar is. Ja. Want vonden je iets leuker? Vinden nog altijd. Is, is puur als, omdat je zegt, je zei dat straks zo, ja, de enige passie dat ik eigenlijk echt alles voor kan opgeven is acteren. Mm -hmm. Is dan de klassieke acteers zijn er toch wel iets dat je liever doet dan. Uh... Nee, ik denk gewoon. Dat mij, wat bedoel ik met passie in het acteren, is um, het begrijpen van een personage. Mm. Zijn pijn begrijpen, zijn, zijn manier van denken begrijpen. Zijn, maar je van doen begrijpen. Ook al is dat. Want heel vaak. Um, vaak. Ik als acteur vind voor mij de interessantste rollen. Zijn, zijn de rollen die door de maatschappij gedehumaniseerd worden. Omwille van het feit dat ik dan. verplicht ben om voorbij mijn vooroordelen te kijken. om begrip te tonen voor een situatie. waar ik, als ik dat opnieuw zou zien. dan een vieze gest zou vinden. Mm -hmm. En dat helpt mij om. om, om mensen te begrijpen. om. Situaties te begrijpen om... En voor mij is het ook heel belangrijk om, als ik iets speel, dat ik ergens wel het gevoel kan meegeven... Of, of, ook al is de, de rol, de personage, niet de beste personage, of de leukste personage, of de meest aangename personage. Ergens wel een soort vorm van begrip te creëren voor die persoon. Want heel, dat is iets dat, dat wij mankeren in heel de maatschappij, is begrip voor elkaar. Mm -hmm. In het algemeen. Vanaf dat je iets ziet, heb je er al een beeld over en heb je dat al afgeschreven. Terwijl je weet niet wat die personen hebben meegemaakt. Je weet niet van waar dat komt. Je weet niet of dat jij in die situatie dat zij hebben meegemaakt, misschien erger zou uitkomen. En dat zijn dingen die mij wel heel hard helpen nu. Ja, heel schoon dat je dat zegt. Want dat is zo een. Uh, ik heb daar nogal wel eens een uh, gesprek gehad met acteurs erover. Dat ging dan vooral over dat je zo. Vaker situaties het tegenwoordig worden ze dan zo dingen zeggen. Als, uh, als je een gay-personage hebt, dan moet die een acteur ook gay zijn. Of dat moet dat. Terwijl wat ik vind dat daar een beetje verloren gaat... Allee, als het niet gaat over huidskleur natuurlijk, dat is een ander verhaal. Hey, ik moet geen Marokkaanse gast gewoon spelen. Maar als het gaat over dat je iemand speelt die in een totaal andere uh, levensstijl of alles heet dan jij... Dan is acteren toch misschien het dichtste in de buurt dat je kunt komen voor absolute empathie voor die persoon. Hè? Ja. Nee? Dat is toch echt het dichtste dat je kunt komen van te zeggen. Ja, ik kan nooit zin wat jij zet. Maar ik moet wel zo diep gaan in wat dat ik, hè, denk dat gij en hoe dat ik denk dat jij meemokt En hoe hmm. ik denk dat jij je weige voelt. Dat je toch ook. Dat dat toch moet helpen, van daar ook niet ik heb meer een zo... Je hebt een, voorbeeld, zo, ik heb een ja. voorbeeld, Muithond. Muithond ja. is een film met uh, Tijmen Govaert, een heel goede acteur trouwens. Mm -hmm. En hij speelt eigenlijk um, een jongen die verliefd is op een, op een jong meisje. Mm -hmm. Maar elke keer als je denkt aan pedo, ja. dan zie je zo'n grijzaard achter een ja. schermke, en, en vies en nee, en ik wil, die, ik wil die allemaal afmaken. Ja. Maar... Als ik erover nadenk, en dus, dat is wat hij mij, mij had uitgelegd toen, zegt hij mij, Nebel, heb je ooit gekozen om verliefd te worden op een meisje? Ja. Heb je dat ooit gekozen? Heb je ooit gekozen om, 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 om je hond niet, niet zonder je hond te kunnen? Ja. Heb je ooit gekozen om... om en, en dat is ook soms wat gebeurt, hè? Een mm -hmm. gast krijgt gevoelens en denkt van wat, the fuck overkomt mij hier. Maar die gevoelens zijn er wel effectief in. En ja, dat is een psychisch probleem. En dat is, maar maakte maakt hem dan nog altijd die vieze gast? Maakte hem nog altijd die, die, die slechte persoon, mm -hmm. omwille van het feit dat je met kinderen op kinderen valt en weet ik veel wat, zit er dan een slechte persoon of heb je een probleem? Ja. En heel vaak is dat macht en is dat een macht dat ze hebben over die persoon en een controle dat ze hebben over die kinderen en dergelijke. Maar soms... Is het wel effectief dat jij geen controle hebt over je eigen gevoelens? Wat doe je dan? Ja. Dat, niet, dat is niet omwille van het feit dat je ergens opvalt, dat je er vier op zij dat je erop valt. Ja. Dat zijn allemaal kleine nuances die voor mij uh, heel veel doen. Als ik naar iemand kijk of als ik met iemand spreek of als ik snap, het, het is niet alleen maar ah, oh, je raakt je hebt een klein mesje aan, viserik, je in elkaar slagen. Ja. Als ik zie aan, aan, aan hem dat die, gest, die is er. Want heel die filmlang is die gast tegen zichzelf aan het vechten. Ja. Die krijgt gevoelens voor die greet en die moet bijna zichzelf slaan ervoor. Ja. En dat gevecht met zichzelf vind ik gewoon heel interessant. Ja, ja, ja. Zeker, zeker als acteur als je dat moet spelen of zo, omdat je ook. Denk ik, ja, je gaat ga op plekken terecht waar dat je eigenlijk liever in je echt leven niet nie terechtkomt. Vanaf, hè. Vanaf, maar wat je wel van denkt, ja, ik denk het enige dat je altijd hebt met, met pedofielen, is natuurlijk wat, wat ik ook altijd wel gevoeld heb. Ik heb ooit een stuk erover gehad in mijn comedy show dat ik nooit die helemaal goed gekregen heb, omdat ik voelde: van ik weet niet hoe dat ik het juist moet verwoorden, dat niet de zaal pist wordt omdat ze mij niet verstaan. Hè. Uh... Zo het feit dat je eigenlijk wilt zeggen. Dat moet verschrikkelijk zijn dat je geboren wordt en je voelt dat dat is waar je op valt. En je zot? denkt, hier kan ik, ik niks aan doen. Dat is het gewoon. Het is alleen ja, stopt met er sympathie voor te hebben, wanneer het hem er daadwerkelijk aan ziet. natuurlijk. Ja, hè. Dat is het verschil. Want ik denk dat mensen die daar echt zich aangevoelen, getrokken voelen tot kinderen, maar heel hun leven ervan af kunnen blijven. Ja, ik zou niet zeggen dat je die een stembeeld moet geven, maar dat zijn wel mensen waar je van denkt. Yeah. Er moet er wel karakter voor hebben. Hè? Dat, is, dat is iets heel. Ja, Homoseksualiteit he? is ook zo. Je wordt geboren ja. met bepaalde gevoelens en, ja. en, en je kunt er niet aan doen. Want nee. moest je er iets aan kunnen doen, dan. Ja, het, ding is... ja, het enige ding dat daar dan weer natuurlijk het grote onderscheid in is, is dat. Uh, Mensen zijn die dat met elkaar doen, met wederzijdse toestemming. De persoon is exactly. niet te jong om dat soort exactly. beslissingen te kunnen pakken. Dus. Exactly. Maar het, is wel, het zou even hard zijn, inderdaad, dat je iemand dat gay is kwalijk neemt, dat hem kiest om te vallen op. op. Daarom, dat is wat ik bedoel. Dat, is, dat, is, dat, dat, sla, dat slaagt nergens op. Als je daar, daar, daar niemand kunt kwalijk nemen dat hij voor iets kiest, ja. vind ik persoonlijk dat je dat voor een ander. Ook moeilijk moet, moet kunt doen, maar ja. tegelijkertijd. Ja, dat is een moeilijke, hè? Dat is een moeilijke, he, dan, dat is een die moeilijke want je hebt, hebt er dan die er gewoon echt op kicken om, 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 om met kinderen bezig te zijn. En, ja. Een vieze, oude man die zijn eigen kinderen in toestand snapt, en nu wilde die afmoorden. Dat snap, ja, ja, ja. Ja, want je moet het je voorstellen met je eigen kinderen ja, natuurlijk. Stel dat dat gebeurt, dan wordt je zot, hè? Dan, dan sterven. Ja ja. ja, ja. <laughs> nou. je fuck acteren, fuck alles erop in ja, de, ja, ja, ja. de Die gast gaat dood. Uh -huh. Is, er, is wel zo uh, wat, je, vertel, wat je, je beschrijft eigenlijk ook een beetje van ja dat je eigenlijk ook begripvoller wordt omdat je verschillende rollen doet. Of zo. Is dat die dat, dat wel gekomen is met acteren? Ja, zeker. Want, ja. ook gewoon relativeren. Vertel gemeen. Relativeren, relativeren. Dat leert u relativeren. Leert u. Want wanneer, wanneer was uw eerste rol? Want hey, daar moeten het zeker wel eens over hebben. Het vooral dat, dat we over u weten hoe dat begonnen is. Maar wanneer, wat je als kind al iemand die graag? Ja. Ja, ja, niet dat ik weet dat. Is ja. de, ik was altijd wel sociaal en ik speelde altijd, uh, altijd role-playing games en toestanden, maar dat was iets dat in mijn familie altijd wel aanwezig was. Niet op normaal of zo. Hmm. Maar uh, ik had nooit gedacht dat ik iets artistieks zou doen. Maar jij ze een, uh, een echt, uh, allez, een leven zegt Hollywood verhaal? Want ik vond dat heel grappig om te lezen over u. Dat zijn dingen die je ziet in films, dat zijn dingen die je hoort in verhalen. Uh. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet in mijn leven die letterlijk ontdekt is in een klerenwinkel dat iemand op u toe stapt en zegt: ga het een kop voor in films te zitten, en dat is ook daadwerkelijk gelukt. Ja. Dat is wel zot. Want hoe is dat eigenlijk gebeurd? Ja, ik ben, uh, ik ben aan het werken in een winkel op een gegeven moment in de River Island. Ik was Floor Manager. En ik was de enige die geen uh, uniform droeg met stijf op. Dus ik was toen Floormanager ik liep daar rond, en er keek, er zo er keek iemand keihard naar mij. Maar echt awkward, blijven staren. En ik ben een type persoon die awkwardness graag breekt, dus ik ga er naartoe. ja, goeiedag, als ik iets mee kan helpen, mag je dat gerust vragen, hoor. Als ik iets mee kan helpen, mag je dat gerust vragen, hoor. En zijn eerste ding dat uit zijn mond komt, oh maar je spreekt over Nederlands. Dat was zijn eerste reactie, en ik dacht wat? Wa? <laughs> Wil je alsjeblieft uit mijn winkel gaan, want ik ga hier verkeerd reageren, er zijn camera's, dus alsjeblieft naar buiten gaan. Mm. Dus een zaterdagavond, en uh, ik, ben, ik sluit de kassa af, mijn collega en mijn collega moet dan zo onder die, die, die schuif door weggaan en vertrekken en dan kom ik buiten en ik de gisteren niet eens. Dan dacht ik van oké, okay, wat wil deze hier nu? Mm -hmm. Ja meneer, sorry, ik kan je, je niet beledigen, ik wil je een career change aanbieden. Ik zei, bedoel je? Ja, ik kom gewoon morgen naar mijn kantoor en ik zal het u uitleggen. En ik dacht, pff, zondag, mijn enige vrije dag, zal ik dat doen of niet? Mm. Ik ben sommigs wekker geworden. Ik ben met, met tegen Goesting de tram opgestapt, de trein gepakt naar Brussel. Ik kom daar op een kantoor en ik voelde me terug op school. Iedereen was aan het studeren, maar ik was weer de enige die niet wist waarom. <lacht> <lacht> en ik kijk en denk van oh nee, ik zie nee, alleen maar mokrouw studeren en wat nu? En ik kom naar mij: ja, goedendag. Uh, heb je, je tekst gestudeerd? Ik zei zo, welke tekst? Ah, oei, heb je, je mail niet ontvangen? Ik zei: mevrouw, ik heb zelfs geen e-mailadres. Ah, oei. Uh, 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 die duurt gewoon twaalf pagina's in mijn handen en die zegt, uh, ja, ik zal je als laatste, als laatste uh, laten komen, dus studeer, probeer maar te studeren wat je kunt studeren en dan vraag ik aan, hem, aan haar, sorry. Uh, wat moet ik studeren? Ja, alles. En ik lees en ik zie dat er drie personages waren. Mm -hmm. Dus ik ben dan gewoon beginnen lezen, beginnen leest, lezen, beginnen wie lezen, beginnen lezen, het begin lezen. was mijn beurt en toen was Adil en Bilal, we waren toen stage aan het doen voor, voor films en dergelijke en deden castings voor films als een stage. En ik had ze nog nooit ontmoet, maar dat waren wel de eerste herkenbare koppen of zo dat mm -hmm. ik zo mijn eigen kon in loslaten. Allee, man, ik heb mijn tekst niet geleerd. Uh, ik weet niet hoe, hoe ik hier beland ben. Ik was gisteren aan het verkopen in de winkel. Vandaag stond ik hier. Uh, <laughs> dus ik... <laughs> maar jij wist wel dat. Voor, die, die man uh, had wel gezegd dat het uh, een soort film-TV-casting was. Pas als ik de papieren kreeg. Echt? Dus echt jij wist dus echt totaal niet waarom, waarom dat jij naar daar bent gegaan. Ik, dat ik op sollicitatiegesprek ging in een nieuw bedrijf. Ik ah, oké. Okay. Okay. <laughs> dus ik kom daar aan. Pornofilms. <laughs> ja. Zo, God damn it! <laughs> ja, exactly. <laughs> Geen, kop niet tonen. Kop niet tonen. Alleen er Mag ik oh, ik, nee, nee, uh, ik deel in daar en ik, ik, ik leg de hele situatie uit van yo, uh, what the fuck? Die schieten daar in de leg. En die zeggen tegen mij, oké, okay, zit de tekst opzij. Leg een camera op tafel. Ik kan nooit vergeten. Zeg tegen mij, stel jezelf zelf voor. Ik doe dat dan. Kun je nog andere talen? Ik zo ja. Oké, okay, stel jezelf zelf voor in die andere talen. En ik ben viertalig, mm -hmm. dus ik spreek vloeiend, al vier talen. En daar hadden ze het van oké. Okay, dat is wel interessant. Mm -hmm. En dan hebben ze gezegd van, vergeet uw tekst. Ik snap, dat was Engels, Engels Nederlands, Nederlands, Frans Nederlands. en Arabisch, ja. hè, dat jij spreekt. Ja. Ja. En, uh, en die vonden dat al interessant op zich. En dan hebben ze de papieren opzij gezet van, kijk, ik vergeet de papieren. En die zei tegen mij, beeld, je moet je voorstellen dat wij twee politieagenten zijn. We zijn je aan het ondervragen. Jij antwoordt ons in het Nederlands rechts van u die een Frans talige vriend, links van u die een Engelstalige vriend, en achter u een Arabisch-talige vriend die de hele tijd opmerkingen aan het maken zijn tegen de politie. Mm -hmm. Dus ik moest dan doen alsof dat er ene zegt van fuck off, shut up man, don't talk to me, like... don't talk to me like that. De hele tijd terwijl ze meenemen ja, 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 ja. en doen alsof dat er de hele tijd opmerkingen worden gegeven in de taal en tegelijkertijd in Nederlands respectvol antwoorden. Ja. En daarna uh, heb ik dan vermist de eerste rol gespeeld, vermist, dat is mijn allereerste rol. En dan waren zij bezig met een netwerk. Broeders, dat ik dan heb gespeeld, hebben wij zes prijzen mee gewonnen. Waaronder de uh, Vaf Wildcard, waar dan normaal gezien regisseurs een kortfilm mee maken. Ja. Maar daar hebben ze besloten om image mee te maken. Dus we hebben uiteindelijk image gemaakt met 120.000 euro. Ja. En, uh, ja, dat is het uh, Vlaams audiovisueel fonds. Ja, he, die dat zo, ja, ja. Maar het moment dat je, dus, want je gaat aan buiten, en, uh, maar hadden toen... Maar je had eigenlijk nog niet geacteerd of niet Je had, nee, je had nee, geen nee. gevolgd. Nee. Dus die, je hebt dan waarschijnlijk nog die in telefoon gehad of, of bericht gehad van hé, hey, dat was niet zo slecht wat je daar gedaan hebt. Ja, dat was eigenlijk redelijk. Ik, redelijk... Want dus, je zegt ineens, ja, ik zat er niet eens in vermist, maar was dat zo. Dat ja, was via nee, die, die agency die jongens, of ja, via die mensen. Die ja, jongens had in Bilal waar toen castings zijn en die hadden mij toen al aangegeven dat, dat ik waarschijnlijk wel die rol zou krijgen. Ja. Eerst niet geloven, hè. gewoon weggaan. En... Dan krijg je die rol effectief. Onderbetaald natuurlijk. Nee, <laughs> <dat> je <laughs> wat je komt doen. Uh... En ik ga dat nooit vergeten. Ik kom uh, op een filmset. Ja, Voordien wist ik nu wat de filmset eruit zegt. Dus ik zeg een plek. En ik zeg. Een vijftigtal mensen op volle vaart heen en weer gaan. F -f 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 Iedereen wist waar hij naartoe moest. En ik stond er dan zo in het midden van die, van die filmset. Niemand die naar mij omkeek. Te kijken. En op een gegeven moment hoor ik zo op de, op de radio, we zoeken een acteur, kruh, kruh, Nabil Manat, kruh, acteur, acteur is nog niet aanwezig, kruh, kruh, Nabil Manat, gevraagd aan kostuum bij kostuum. En alles wat ik kon doen is dit, <laughs> mijn hand in de lucht steken en hopen dat iemand mij opmerkt, want ik, ik, dat, dat was overwhelming. Ja. En ineens, ziet hij, Nabil? Zit iemand mij? Zit Nabil? Ik zo, ja, en die trekt mij ineens op vaart. Zet u make-up op kostuum in ineens stond ik op set en moest ik spelen waar ik had gestudeerd? Mm -hmm. En dat was het. En dan heb ik voor broeders gedaan en broeders bij prijs meegewonnen. En... Want hoe was dat eigenlijk, dat je ineens moet beginnen spelen? Was dat, voelde dat natuurlijk om voor u? Had je een gevoel van, oh, dat is iets dat mij afgaat? Of was dat echt iets waar dat je aan moest winnen, dat ze nu ineens zeggen: alright, in actie, gaan? Raar. Maar eerlijk gezegd heb je er nooit echt moeite mee gehad, mee mm. spelen of zo, mee acteren? Of... dat is vanzelf een beetje gekomen, dat is wel een beetje natuurlijk ge geweest, alsof de Where Have You Been All My Life, ja, yeah. that type of feeling laten we zeggen. Ja. Yeah. Uh... Want er zijn mensen die acteurschool doen, die vier jaar dat studeren, je slacht dat eigenlijk over. Ja. Mm -hmm. Maar je hebt er nooit. Hey, dat, is, dat, dat is op zich ook wel bizar of zo. Ja, yeah. het is heel bizar. Hè? Ja. Het is heel bizar om dan ineens. De keer dat ik gespeeld stond ik in, over uh, uh, Kevin Jensens en uh, Joke, Joke Vink denk ik. Ja. Dat is ja, ja, ja. Ja. Dus wel even slikken, omdat je zoiets hebt van die mensen die ben hier allemaal conservatorium, weet ik veel wat voor en afgelegd en, der, en dergelijke. En ik sta hier dan ook. Waardoor dat je ook uh, niet echt veel hoop geeft in toekomstvisie ofzo. <laughs> <laughs> Snap dus je? Je denkt, ik kom hier even en uh, ik ga spelen, dat was leuk. En, Word je een Floor Manager toen of had het al opgegeven? Nee, ik was daar ik was toen ja. aan het werken. Ja. En daarna ben ik gestopt en mijn zus een, een venoot zocht voor haar horecazaak. En dan ben ik met mijn zus gaan werken en ik dacht van oké, okay. ja, daar ga ik flexibele, flexibeler kunnen zijn om, om, om als ik ooit zou willen acteren. En dan heb ik image gespeeld. En na Image denk ik twee jaar lang niks. Hmm. Niks gebeld, niks. Ik dacht, zie je dit wel? <laughs> Ik wist wel dat het tijdelijk ging zijn. Ik wist wel dat het maar een momentje, een fase ging zijn in mijn leven. En dan kwam Cordon. En na Cordon kwam. Uh, heb ik, ik heb de Casting van Black gedaan. 415 ja. jongeren op drie maanden tijd verzameld op straat. Ah, je de Casting van Black gedaan? Ja, ik heb ja. uh, Patser meegespeeld. Na Patser heb ik ook een, 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 een internationale film gespeeld Hij heet Raphaël. Waar ik een, een vluchteling in speel. Een Tunesische mm. vluchteling. Dat heel veel heeft gedaan met mij die rol ook, want deze dingen waar vaak mensen vergeten is dat, oké, okay, je moet empathisch zijn en je moet je inleven en het is een rol en het is allemaal make-believe, maar dat doet psychologische dingen met je. Hmm. Uh, sommige rollen komen er niet zelden van terug. Vertel, wat is, er, wat is er daar gebeurd dan? Als je dat, want een vluchteling spelen is natuurlijk geen uh, ja, een nee. aangename rol en niet we, we zijn. We hebben dat he? gespeeld ja. in Kroatië. Uh, we 200 figuranten, maar in Kroatië zijn er niet echt Noord-Afrikanen of buitenlanders of weet ik veel. Hè? Dus uh -huh. alle figuranten waren echt vluchtelingen in Kroatië en ik ben de enige die hun begrijpt. Dus uh, ik heb verhalen gehoord, ik heb namen gehoord, ik heb sterftes gehoord, ik heb mensen zien flauwvallen nadat ze mij zien. Uh -huh. Omwille van het feit dat ik lijk op hun zoon, die zij twee jaar lang niet gezien hebben. Ik ken scènes waar ik mij aan het voorbereiden was voor een voor Happy te spelen, dat ik mijn vrouw terugzie. Jij zit dan aan het woord te bereiden en te wachten. En zit, jij zit in een, in een gebouwde vluchtelingenkamp. Dat van die vluchtelingenkamp, ik wil er nog iets aan toevoegen. Het meest frappante voor mij is, ik ben de enigste acteur op heel deze set. We komen op set, we komen op een vluchtelingenkamp. Ik was de enigste die niet wist wat te doen. Ja. Iedereen had een natuurlijke positie, gevonden, iedereen had een moment een plekje gevonden in die camp van wat te doen. in. is een groepje die te beginnen spelen, en een ander is was beginnen je. alsof dat, dat ze daar al al dag al jaren dag aan het doen zijn. En jij staat er dan zo als acteur uit een luxe positie van, de the fuck, wat moet ik nu doen? <laughs> al naar de regisseur, waar wil je dat ik sta? Snap je? Ja. Dus dan voelde je echt wel eerst al al, al heel akkoord. En, en dan heb ik zo, zoals de scène wat dat ik aan het uitleggen was, ik zit dan voor te bereiden om happy te spelen, en er gaat dan zo Vluchtelingencamp, ik heb dan kinderen tussen de 4 en de 12 jaar die aan het voetballen zijn en aan het spelen zijn en aan het lachen en aan, aan, aan het feesten, heel happy. En een van die jongetjes, denk ik denk dat hij 6 jaar was, loopt volle vaart richting mij toe, trekt een glas naast mij, neemt er een grote slok van, trekt hem mijn mouw, mister, mister, my brother, boom, en die is gaan lopen. En die heeft mij verteld alsof hij nieuwe schoenen had, ja. zo gevoelloos. En ik in die scène aan het spelen ben, heeft die jongen dus tegen mij gezegd dat zijn, dat zijn broer is ontploft. Ja. En dan bleek dat die broer voor zijn neus ontploft, zijn. Holy shit. En dat jongetje vertelt mij dat alsof Ja. Niks aan de hand. Echt mijn glimlach op zijn kop. En dat zijn zo van die momenten waar ik zoiets zet van een menselijk brein is veel sterker. We zijn echt in een luxe positie. We zeiken over veel te veel, veel, te, veel te veel domme dingen in ons leven. Ja. Dat is dat gewoon. En wat, wat heeft dat met u gedaan dat je daaruit kwam? Want omdat je zei, daar ben ik niet zelf de nut gekomen. Ge, ge, wat is er bij u veranderd? Nacht meer die zeggen: slaapt niet goed, je beseft mensen hun pijn nog meer. Je uh, hebt namen dat je kent, dat je nooit, nooit hebt ontmoet. Uh, echt van alles, snap je, van alles en nog wat. Verhalen dat mensen 20, jaar, 20 dagen lang. Een, rit, een reis van 20 dagen. We zijn met. denk. een 23-tal mensen vertrokken. Twee mensen zijn aangekomen. Ja. Maar dan heb ik het over één familie. Dus een hele familie, een getrouwd koppel met, met hun drie kinderen. De opa en oma. En dan heel de familie. En je moet je voorstellen dat ze. Daar hadden een kind bij van anderhalf jaar. En uh, op een gegeven moment. ik heb zelfs een bootje. En die hebben allemaal een life aan. En die life gaan blijkbaar maar drie dagen mee. Dus na drie dagen, vult dat zich met water en zinkt je. Bewust. Hmm. Die ene anderhalfjarige heeft in iedereen zijn handen gezeten. Elke keer als er iemand ging zinken, hebben die hem doorgegeven. Er is één persoon overgebleven met die anderhalfjarige. Dus je moet je voorstellen, de moeder is aan het sterven. Juist hmm. voordat die zakt, geeft die aan de vader. u? Vader stift juist voor het hij zegt je dan En zo is die kleine van anderhalf jaar doorgegeven geweest, 23 man. Totdat iedereen gewoon gezonken is. Dat is een verhaal dat je bijblijft. Ja. Dat is een verhaal dat je gewoon bijblijft. Zeker als je met die gast spreekt die die kleine mee heeft nu. Ja. Dat hij getraumatiseerd is, dat hij zich afvraagt waarom dat hij de enige is die, die het recht heeft om ja. te overleven. Ja. Waarom dat hij die kleine moet opvoeden en niet zijn oude ouders. Die zitten met zoveel vragen. Ja. Dus ja. Lijkt mij ook heel zot om, om een echte vluchteling te zijn en dan in een film te gaan meedoen waar jij in een vluchtelingencamp zit. Ja, nee, maar ja. ja. is we spelen een scène waaruit een bootcamp zijn. Je speelt eigenlijk ja. ik je snap ik. En dan. Ik krijg dan, ik krijg dan een, een, een duikpak onder mijn kleren, Extra warmte, minstens. Zo vier mensen die er rond mij een duikpak aan het zwemmen zijn om mij te redden en dergelijke. Ik word eruit getrokken, opgedroogd met haardrogers en zo. Maar tegelijkertijd is er de hele tijd iemand mij succes aan het wensen in het water. Die speelt mm -hmm. mee hè, in de scène. Yeah. Mogen, Mogen God u helpen? Mogen God u helpen? Mogen God u steun geven? Mogen God u kracht geven om dit te doen? ga ze goed bezig. Blijven gaan, blijven gaan, blijven gaan. Een paar uur later vertelt iemand anders mij. Dat die gast die mij de hele tijd succes aan het wensen is, 26 kilometer gezwommen heeft. Mm -hmm. Dat is bij hem gebeurd dat capsizing en die ja. moest 26 kilometer zwemmen naar over. Ja. 26. Ja. <laughs> ja. Net, de, de, ja, twee baan, ja. de twee baantjes in de wezenberg en je is al kapot. 26 ja. kilometer in open oceaan. Ja. Ik heb gezwommen in open oceaan zonder bescherming, zonder niks rond mij, met kleren aan en zo. Hè. 26 kilometer haalde jij niet. Nee. Onmogelijk. Je moet een bepaalde vorm van instinctieve kracht hebben in je, dat je duwt tot een punt. Geloof me, dat, dat weegt zwaar, dat is heftig. Dat water is anders, dat is geen zwembad, dat, je, dat, je, dat je comfortabel is. Soms trekt hij je naar beneden. Je hebt de hele tijd het gevoel dat er, dat er misschien een kwal u naar beneden gaat trekken, een haai u naar beneden gaat trekken. Je hebt zoveel gevoelens ja. en hij wenst mij geluk. Ja. Dat zijn zoveel die dingen dat die je zo kippenvel geeft en denkt: van fuck, je ja. zit hier wel in een luxe positie ja en ja dat toemelding is moeie als je terugkomt de toemelding is mee. Hè. dat is zot dat je dat... omdat dat is heel cool dat je dat omschrijft omdat je vaak eh, je hoort hebt wel meer eh, acteurs die zwaar in een rol gaan en daar dan ook niet helemaal hetzelfde nut komen nee hè? dat die zelfmoord pleegt. Hè? bijvoorbeeld eh, of, uh, of, of Jim Carrey die na na nou, eh, nou zijn rol van Andy Kaufman ook nooit niet meer helemaal hetzelfde is eh, dat je toch ook voelt van dat Sommigen zeggen die niet zo van het en af. Ik heb eigenlijk de neiging als niet-acteur of als niet, eh, niet iemand dat daar doorgegaan is, van vaak te denken: Ga, mij van een hoop artistieke aanstellerij, is dat allemaal? Ik dacht het wel. Maar, maar als je dat dan hoort. Ja, en vooral ook omdat wat ik nog interessanter vind op nu. Is er veel van die mensen die, zijn, die wisten dat ze acteur wilden worden, die hebben heel lang gewerkt aan een carrière. Hè? Jim Carrey is keihard lang een stand-upper geweest. Je heeft alles gedaan mm -hmm. om bekend te worden, dat is dan uiteindelijk gelukt. Dat is een heel andere situatie dan iemand die dat eigenlijk, zal ik maar zeggen, los met zijn twee voeten in de dagelijkse realiteit staat. Mm -hmm. Dan daarin gepland wordt, mm -hmm. denkt wat doe ik een keer, maar oké, okay, cool, ik ga dat doen. En dan dat toch ook ervaart. Mm -hmm. Ja, nee, ik zeg het, ik, ja. ik, ik, ik heb heel lang gedacht van, oké, oh, ja, stop je met die gesprekken, man kom. <laughs> maar ja, dat, dat is het eerst, eerste visie dat je hebt als niet acteur. Dan moet je bedoelt. Ja, ja maar, die is waarschijnlijk gewoon te ver gegaan, levensgedreed, en die heeft er gezegd van gedaan. Men mm -hmm. komt kom dan in zo'n situaties, en dan denk je dan, oké, oké, Nabil. Want dat is iets dat ik nooit had, nooit... Het ding is, om van één rol naar de andere te gaan, is voor mij heel gemakkelijk. Dus ik speel een rol. Drie maanden lang. Drie maanden daarna moet ik een nieuwe rol spelen. Dat is makkelijk. Het moeilijkste voor mij is om terug te komen naar Nabil. Mm -hmm. Omdat van het feit dat hij niet zwart op wit geschreven staat. Wie ben ik? Heel ons leven lang zijn we aan het zoeken naar wie we zijn. Heel mm -hmm. ons leven lang zijn we een soort van zelfbeeld aan het proberen te creëren. Maar wel als je elke keer de keuze maakt om iemand anders te zijn? <laughs> op papier dat zwart op wit uitgelegd is, dat je... Uh, dat duidelijk is wat zijn manier van denken is, manier van doen, wat zijn verleden, wat zijn toekomst is. En dan komt het terug naar huis. En moet u zelf terug zijn. Hoe doet dat? Hmm. En? Dat is ja. het moeilijkste. Heb je het gevoel dat jij dat weet wie dat jij zijn wil? Uh, of was het voor u de, de. Laten we zeggen, nu, nu <coughs> mee, ja. meer dan, dan, ik, dan vroeger. Dan vroeger, ja. Je ja. moet rekening houden dat. Ik kan er ook. Eerlijk over zijn, dat, dat acteur zijn, ook wel dingen doen met je ego ofzo, <laughs> waardoor dat je een soort van visie van jezelf probeert te creëren of creëert, onbewust. Terwijl als je dan, omwille van omstandigheden, omwille van een ding dat gebeurt in je leven, omwille van iets dat in je dagelijks leven gebeurt, beseft van oké, okay, nee, mm. dat is helemaal niet. Essentie van het leven. Dat is helemaal niet die ego's, dan maar opzij, geest. Ja. Zelfde, dus. Maar ja, die, die twee jaar dat je bijvoorbeeld niks hebt gekregen, hè, want je vertelt, eet, hmm. dat je hebt gauw en je, je krijgt ineens wow en dan alles lukt, en dan twee jaar niks. Was dat wel zo voeten op de grond? Nee, dat was eerder opgeven. Ah, oké. Okay. Dat was eerder van, ah, oké, okay, ik heb het geprobeerd, het is niks voor mij, ik kon in een bal gaan werken. Dat is echt letterlijk dat. Hmm. En ik heb toen ook een casting agency waar ik dan castings mee deed voor hier en daar werk te doen en zo. En eigenlijk, die casting agency heeft ervoor gezorgd dat je koesting gaat inacteren. Omdat je dan zo een ethische code hebt waar je zelf geen casting mocht doen voor bepaalde rollen. En dan zie je de rollen dat jij zelf echt zou kunnen killen. En dan zie je 30 kandidaten er voorbij komen. En je denkt: van Nee, gast, speelt dat zo achterlijk te beeld? Doet dat zo. <laughs> In je eigen, natuurlijk. Mm -hmm. Maar jij kunt dat niet doen. En dat begon te jeuken. En dan ben ik ermee gecapt en heb ik gezegd van oké, okay, ik ga volledig voor het acteren gaan. Ja. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. uiteindelijk. Maar dat was, dat was uiteindelijk de, de beslissing voordat je een rol had, dat u meer het gevoel gaf van dat ga ik daadwerkelijk lukken, of, of, of niet? Ja, Toen jij ik... zei van ik kon nu echt kappen met werken, ik kon echt full-on gaan voor, voor acteren, was dat... Was dat na Cordon of ervoor? Dat was erna. Oké. Okay. Dat was denk ik net voor Patser. Ja. Omwille van het vet dat ik Patser had, Rafael, er waren twee lange speelfilms aan elkaar. En ik dacht van oké, okay, als ik het nu niet doe, gaat dat nooit gebeuren. Dus ben ik zelfstandig geworden en ervoor gegaan. Mm -hmm. Maar ik denk vandaag nog, denkbaar om ben, denk ik, waarom ben ik dat heb gedaan? Omdat um, ja, hij letterlijk in een, in een interview gezegd hè, dat acteren uw redding is geweest. Waar Waarom voelde dat? Had het gevoel dat je kan had om de verkeerde kant op te gaan in is, je leven? Sowieso. Het ding ja. is: uh, vader streft jong. Je hebt geen mannelijke rolmodellen. Ik ben opgegroeid zonder mannelijke rolmodellen. En de mannelijke rolmodellen die er waren, die men met mijn respect hebben behandeld, zijn niet altijd de juiste personen geweest. <laughs> dat hoorde ja. wel meer. Ja. En, ja. uh, en ook gewoon, ik ben iemand die, die heel snel leert, die heel, veel, heel makkelijk geïnteresseerd geraakt in verschillende dingen. En ik ben denkbaar dat ik een passie heb. Hmm. Want interesse en passie zijn twee verschillende dingen. Je kunt geïnteresseerd zijn in, in uh, gewoon feesten en, 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 en weet ik veel wat. Maar als je gepassioneerd bent om iets, dan werkt je er niet voor. En daar ben ik denkbaar omdat ik dat heb met acteren. Hoe bedoelde? Als je gepassioneerd bent, dan werkt er niet voor. Dan wijkt er niet voor. er niet voor. Ja, dan blijft het. Ja. De, ja. Ik denk dat, dat bij u wel stand-up comedy is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is voor u uw grote passie. Mm -hmm. Moest je nu kunnen kiezen tussen stand-up comedy en Welcome to de EA? Ja. Heb je die keuze gemaakt? Ja. Dat is net wat ik wel zeggen. Ja. En, en dat is gewoon dat. En dan heb ik nu gewoon een Dat ik weet dat ik acteur ben, dat ik acteer wil doen, dat, dat dat is wat ik wil doen. En ook, ik probeer ook gewoon zoveel mogelijk daar rond te blijven doen. Dus ik geef ook workshops, ik geef ook les. Hmm. Um, ik coach kinderen op sets. Dus ik probeer echt zoveel mogelijk daar mij in te ontwikkelen ofzo. Ja. Was Ismail Abdul iemand waar je, je gemakkelijk in kon inleven, in dat personage? Als waar dat die, uh, waar dat die en allemaal doorging? Toch wel. In de zin van, dus ik heb geen crimineel leven achter de rug, of weet ik veel wat, maar ik, eh, tot de dag van vandaag heb ik zo'n mensen in mijn omgeving ja. waar ik met me omga, waar ik mee praat daar leer ik ook al kavel uit en zo, ook voor mijn rollen te spelen en zo. Ik ben altijd wel ergens blootgesteld geweest met zo dat ja, straatleventje of zo, dat quartiergevoel of zo, mm -hmm. buurtleven, waardoor dat je daar altijd wel ergens affiniteit mee hebt. Ja. Ik heb er wel affiniteit mee door middel van de mensen die om mijn omgeving zijn, de verhalen die mij verteld zijn geweest, de dingen die ik heb gezien, de tafereelen, de gevechten, de ruzies, de deals, de... Ik heb het allemaal gezien. Hmm. Ben ik zelf een crimineel? Nee. Heb ik zelf een moeilijke jeugd achter de rug? Ja. Maar... Ik kan wel zeggen dat Acteren mij eigenlijk een soort van richting heeft gegeven. Jongens stopt naar school. Uh, geen vooruitzichten, jobhopper. Dat ben ik allemaal geweest. Hè. Mm. Uh, maar dan heb ik het acteren gevonden en... Wou ik niks anders aan acteren en dan dacht ik van oké, okay, ja, dat is niet gelukt. Twee jaar lang. En dan is, is het gewoon, ben ik gewoon op regelmatige basis aan het werken. Dus enorm denkbaar, want er zijn mensen die jarenlang conservatorium doen. En op 33-jarige leeftijd nou had ik niet kunnen zeggen dat ze zoveel hebben mogen doen. Ik ben denkbaar dat ik heb mogen spelen. Hmm. Dat ik heb mogen meedoen aan predicties. Dat ik, dat ik mijn eigen heb mogen laten tonen. En dat is vooral waar ik denkbaar aan ben. En ik ga zo. Want je moet dan je inleven in een personage dat wel zo'n leven heeft gehad. Dat wel dat soort dingen gedaan heeft. En je zegt dat je zo gasten in je omgeving kent. Hebben die zo'n beetje uitgehoord van hoe goddegollen om in dat soort situaties? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Wat is er realistisch of wat niet? Of was dat door observatie dat jij ook al zo heel veel van die dingen natuurlijk had meegepakt? Ja, nee. Ik, heb, ik, ik probeer te zeggen tegen mezelf: Oké, okay, Nebiel, een crimineel. Heeft een bepaalde manier van doen, een drugsdealer, een bokser, dan weet ik veel wat. Maar probeer jezelf in de situatie te zetten. Mm -hmm. Hoe zou jij zijn, moest jij deze allemaal meegemaakt hebben? Dat probeer ik mijn eigen uit te leggen, te zeggen. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te spelen als het gaat. Zo dicht mogelijk bij mezelf. Dus als ik een personage speel, wil ik niet volledig die personage zijn. Ja. Wil ik mij zijn in die personage en schoenen. Ja. Want zo weet ik dat ik het eerlijkste ga kunnen spelen. Zo weet ik dat ik het eerlijkste de emoties ga kunnen overbrengen, de gevoelens ga kunnen overbrengen. Want dat ken ik. Ik ken niks anders. Ik ken niks anders dan hoe dat ik reageer op bepaalde zaken. Hmm. En dan hoort je van, nou, die is, die is zo en die is zo. Oké, okay. hij is nu wat, wat harder en hij is wat agressiever. Oké, okay. zoek je een harder, agressiever Nabul. Ja. Dat is wat ik probeer te zeggen tegen mezelf. Zoek niet naar die personage, want je kent die niet, je, kent, je, hebt, er niks mee. je hebt er eigenlijk niks van affiniteit mee. Het enige waar je de meeste affiniteit mee hebt, is dus je eigen emoties. Zo probeer ik dat eigenlijk zo eerlijk mogelijk te proberen bij te brengen. Als ik een bangerik speel, dan zoek ik iets dat mijn bang maakt en vergroot ik dat uit. Als ik een, okay. een gevaarlijk speel, dan zoek ik iets dat mij op in mijn leven waar ik ooit gevaarlijk ben geweest en vergroot ik dat uit. Als ik verliefd moet spelen, zoek ik iets dat, iemand dat, dat, ik, dat ik aantrekkelijk vind en vergroot ik dat uit. Ja. Hoe was dat voor agressie? We moesten daarvoor gaan zoeken. Niet veel. <laughs> Verkeer. Dat is een kaaggoed, ka antwoord. Ja. Nee, het ding is, nee, nee, mijn, mijn acteren is altijd van een, mijn basis van acteren voor mij persoonlijk is pijn. Ja. Ik vertrek altijd vanuit een pijn, mm. omdat in mijn jeugd, in mijn opgroeien, is pijn mijn comfortzone. Als ik gelukkig was, werd ik ongemakkelijk. Maar als, als er problemen waren, dan kon ik ermee om. Mm -hmm. En van daaruit vertrek ik ook altijd als ik iets ga spelen. Uh, Agressie en boosheid en dergelijke. Maar ze hadden bijvoorbeeld een rol kunnen spelen die het tegenovergestelde is. Tuurlijk. Ja, mm -hmm. ja tuurlijk. Ja. Uh, uh, Into the night, hè? Ja. Mm -hmm. ik, ben niet, hè? ik ben geen bangeriek. ik ben geen. Uh... Zeker in een groep ben ik niet degene die zich gaat terugtrekken of gaat ga zwijgen of in de achtergrond gaat blijven of zo. Dat ben ik niet. Hè? Ja. Wat zocht je daar dan eigenlijk? He, omdat je zei agressie was voor u gemakkelijk, bang zijn ligt veel verder van u. Waar ja, godde nee. jij naartoe als je zegt van ik, kon, ik kon een bangerik spelen? Ja, spelen? Dat lijkt mij ook niet zo gemakkelijk als dat niet in u zit als, als persoon om, om dat te doen. Jawel, dat, is, dat zit er gewoon in. Ja. Je moet rekening houden dat wij als mens ons eigen ding is voor. We hebben alle emoties, mm -hmm. we voelen die ook allemaal. Een man zegt toen: Ik begin een bluiter, is een leugener. Ja. Jij zegt tegen jezelf dat je geen bluiter bent, maar eigenlijk diep van binnen is je kapot om te En dat is gewoon het ding: de acceptatie van, u, van, van, van dat, dat elke mens alle emoties voelt. Mm. Dat is iets dat wij heel ons leven lang bevechten. Mm. Emoties proberen wegdenken, emoties proberen vergeten. Mm. Gewoon helemaal niet zien dat je op een bepaalde manier emotioneel bent. En dat is helemaal niet opmerkingen zo. Dat als iemand anders je dat zegt. Wij als mens maken al die emoties mee. Van agressie, tot verdriet, tot angst. We maken dat allemaal mee. Allemaal. Er is, hmm. geen, er is geen enkele mens die tegen je zegt, ik ben nooit ben geweest. Er is geen enkele mens die, die, die tegen je gaat zeggen, ik ben nooit kwaad geweest. Er is geen enkele mens die gaat tegen je zeggen, ik ben nooit verdrietig geweest. Dat bestaat niet. Hmm. Dat bestaat niet. En daar moet je gewoon bewust van zijn. Dat is wel een, een vooral een zin dat je nu zegt, want er moeten toch. Want veel van die dingen, ga je dan gaan terughalen uit, uit herinnering. Hè? Je hebt iets je op een situatie waarin dat je bang of kwaad of verliefd wordt en je gaat er terug naartoe. Maar dat betekent wel dat je daar op dat moment ook toch een redelijk een bewuste omgang mee moet hebben gehad. Want anders kun je ook niet echt. Meer voelen wat dat is, of is dat voor u heel gemakkelijk om dat terug boven te halen? Ja, het is niet terug boven halen. Het is ook niet, ik ga ook niet zoeken naar een memory. Hè. Ik ga zoeken naar een gevoel. Mm -hmm. Het ding is, eender welke ruzie dat je hebt gehad, nou, mm -hmm. denk nou over alle ruzies, alle discussies, alle mm -hmm. problemen dat je hebt gehad. Ja, zelden weten wat er in detail gezegd is geweest. Maar je gevoel vergeet je nooit. Het gevoel dat een persoon mij heeft gegeven in een discussie vergeet ik nooit. Ja. Zijn woorden en zo, wat hij gezegd heeft, hoe dat hij mij in die gevoel heeft gekregen, maar ik ga die gevoel nooit vergeten. En dat is dat eigenlijk gewoon. Het, het gaat hier om gevoelens, het gaat hier niet om feiten. Hè? Ja, maar toch denk ik dat, dat ook mensen niet altijd. Je zegt ook heel veel dingen omdat je niet aan een gevoel wilt denken en je kunt je eigenlijk ook wijsmaken dat je dat gevoel nooit hebt gaat. Terwijl iemand dat daar wel vol een bak in gaat, is iemand dat toch wel een soort, ja, is dat dan een aangeboden bewustzijn heeft, voor te weten hoe dat dat voelt. Dat je terug kunt gaan en kunt zeggen: Ja, ik weet nog dat ik me toen zo voelde, en dat was ik toen aan het meemaken van binnen. Ja, nee. is, dat, is dat dan ook automatisch tot uiting komt? Ik vind dat heel fascinerend bij acteurs: dat die zo soms als je de kei gooit. Dan kun je nog iemand kijken die iets hoort in een, in een film, er wordt iets tegen gezegd. En alleen al op die persoon, zijn gezichtsuitdrukking, zie je de vijftien emoties voorbij komen. Dat je denkt, wauw man, dat, 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 dat moet toch zo'n soort bijna ja, kunnen oproepen van gevoelens binnen u zijn, dat voor u op een bepaalde manier gemakkelijker gaat dan voor veel andere mensen, denk ik dan. Want niet iedereen kan dat, hè? Speelt kwaad. En mensen worden soms zo heel bijna karikaturaal kwaad. Terwijl iemand dat echt kwaad speelt. kan soms net dingen gaan doen. waar je van denkt: ja, dat is keigoed goed gedaan. maar daar zou ik nooit niet aan om, om dat te doen. Nog niet aan denken. Oké. Okay. In de zin van. Ik weet dat kwaad, spe... ik weet dat kwaad spelen voor mij. Mm -hmm. als ik nu zou kwaad spelen. Dat ik 30 andere ways van kwaad spelen heb, mm -hmm. als in de tijd van die maar. Ja. Is gewoon, okay. is gewoon, ja, tuurlijk. Dat is gewoon een palet dat je hebt gebouwd. Dat zijn gewoon kleuren dat je extra, extra bijhoudt. Geef je ja. zo'n voorbeeld, want ik vind dat cool. Als je nu eens twee totaal verschillende manieren zou doen van kwaad spelen, hoe zou dat... Allez, ja. Ik kan fucking kwaad zijn zo, ik kan zo ik kan kwaad, kwaad op je zijn, Fucked dat piste, ik kan kapot slagen nu, op kapot maken. Ja. Maar ik kan ook fucking kwaad worden zo, ik kan je nu kapot maken, ik kan ik kapot... ja, ik, ja. Naar daar ga ik, naar daar gaan. Ik kan Verschillende manieren van kwaad zijn. Je ja. kunt kwaad zijn, maar eigenlijk... Wil je niet kwaad zijn? Eigenlijk wil je gewoon die gast kapotslagen, maar wil je gewoon rustig blijven? Maar wil je die, die eigenlijk gewoon doodmaken die gast? Snapte? Je? je hebt verschillende vormen van kwaadheid. <laughs> ah, ogen zijn bangelijk. Dan wordt dat zo superintens en dit is fucking hell bent. <laughs> we hebben er om gevraagd. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar ik ben gefascineerd. Ik vind dat mega cool. Want ik moet echt eerlijk toegeven, Ik vind, ik heb nog. Ik heb echt al, al met veel acteurs gebabbeld, en misschien niet lang genoeg, dat kan daar ook mee te maken hebben, maar toch wel. Maar ik heb nog nooit iemand zo mooi horen uitleggen wat dat, dat is. Ik vind dat jij dat op een enorme, grave manier uitlegt, dat ik voel van, ah ja, dat is wat dat is wat dat, dat is. Ja, ik, ik noem dat dummy. No offense, maar je moet rekening houden... Oké, okay, denk er van even dat er nago komen of dat er offenschots zijn of niet. Ja, want voor mijn eigen, ik, ik zie mijn eigen ook als een dummy in de ja. wereld. Omwille van het feit dat ik ben in een, in een wereld gerold, in een wereld gedropt geweest bij wijze van spreken, Dat een hele lingo heeft, dat een hele manier van praten heeft, manier van leren acteren heeft, gehad en dergelijke. En ik moest daar voor mezelf gaan het zoeken. Mm. Wat is dat? Wat is dat je de eigenlijk aan het doen ben? Ja. En gradually beseft je meer dingen van jezelf en begrijp je meer dingen. En... Moest, moest ik een ander uitleg krijgen dan degene die ik heb gegeven, dan zou ik zelf niet begrijpen wat acteren is. Ja. Ik zou zelf niet weten wat die persoon tegenover mij aan het zeggen is. Soms heb ik, hoor ik dan in gesprekken tussen twee geschoolde acteurs. Dan ik ben ik gewoon niet mee. Mm. Maar ik ben een gevoelsmens. En dat is eigenlijk mijn het voordeel dat ik heb, het is dat ik, dat, dat, dat ik, dat ik ben naar alles met mijn volle hart toe. Mm. En, ja. Maar ik vond dat wel heel boeiend. Ik denk tien minuten geleden of zo ze zeiden van ja, ik heb uh, een rol. Dat vind ik niet moeilijk om in een rol te gaan. Vind ik vind het moeilijk om eruit te stappen. Het is eigenlijk een downtime dat voor mij moeilijk is. Uh, als ik gewoon in het dagelijks leven moet verder gaan. Um, zelf een zoon van een acteur of zo. <laughs> ik, dat, ik vond dat heel herkenbaar, maar daar hoeft daar niet over te gaan. Wat ik wel precies denk en dan vraag, is dat niet wat elke goede acteur heeft? Namelijk dat dat een beetje het, uh, het, het lot is dat je moet dragen. Namelijk dat een downtime niet makkelijk is. Dat is, dat is het hatelijkste. Dat is het moeilijkste ooit. Want. Want dat hoorde wel als je, zelfs uh, uh, grote Hollywood-acteurs of niet uit baan, mensen die, die heel visibel zijn, dat hoorde wel vaak. Hè? Mensen hebben soms in hun, in, in hun downtime of in hun privé of, uh, moeite. Hè? Of in ja, ieder geval. Het ding is, het, ding is, het is gewoon, je, 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 zeker als je zo. Je hebt een gezin, je hebt familie, je hebt weet ik veel waar, je hebt eender wat. Eender wat dat je hebt in je dagelijks leven is ineens niet meer. Uh, the usual. Mm -hmm. Dat is niet meer routine, dat is niet meer... Je, je speelt een gast die een ander leven heeft, die geen familie heeft, die eenzaam is, die niemand moet, moet van, zijn, van zijn omgeving, en je doet dat vier maanden lang, en dan kom je terug, en dan moet je geven aan mensen, en dan moet je terug zorgen voor mensen, en dan moet je terug een dagelijks leven gaan hebben, en dan moet je terug facturen betalen, en dan moet je terug huur betalen, en dan moet je terug... Al die maandelijkse kosten en al die dingen, dat je normaal gezien. dat is moeilijk, hè? Dat is niet zo gemakkelijk. Dat is, dat is niet snel even evident. om terug te komen naar. Uh, where did I leave shit? Did I leave it there? <laughs> en begin ik daar terug? Of is dat al te laat? Of begin ik aan iets nieuws? Of, wat doe ik nu? En dat is gewoon heel moeilijk. Omdat niet nergens zwart op wit staat. Zou er dan liever bij manier van spreken. Uh, die een grote roes hebben, ben manier niet van spreken, dat je, ben niet van spreken, tussen projecten dat er letterlijk een, uh, een plane flight tussen zit, dat je van set naar set hopt. Of heb je ja, he, toch... De, ja, of heb je nee. toch, toch de downtime nodig? Nee, 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 kijk, ik hou heel veel van mijn familie, ik hou heel veel van mijn omgeving, en, en ik mis hun enorm telkens als ik weg ben en zo, hè, dus... En ik... En ik uh, ik ben bewust van het feit dat je er, er meer moeite moeten moet doen om, om. Want het is heel gemakkelijk om te zeggen van ja dat is downtime en en je daar in de comfortzone te gaan zitten en iedereen gewoon achter te laten en ons lot over te laten totdat scheider klaar voor bent. Eigenlijk zou je er tegen moeten vechten en zou je eigenlijk er werk van moeten maken. Want er zijn niet alleen maar je, moest ik alleen zijn, vrijgezel leven, helemaal niemand om naar, naar te kijken, geen familie, geen moeder, geen zus, geen is Dan wel. Mm -hmm. Dan heb ik niks anders nodig dan het acteren. Maar het acteren is niet... Snap je? Je, 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 je doet dingen die je passie zijn, je doet dingen die je graag doet. Maar je doet dat om een bepaalde leven of zo te, te hebben. Mm -hmm. Om iemand in een bepaalde leven te kunnen zetten, om iemand gelukkig te maken om... en dergelijke. En als je daar enkel bezig bent met je downtime, dan had je niemand gelukkig maken. Ja, dat is, dat, is de, dat is de moeilijkheid. Hè? Dat is soms als je weigeren aan het voorbereiden op iets nieuws dat je moet gaan doen of je gaat in een bepaalde mindset. Ja. Ik denk dat elke vrouw van een artiest of elke partner van een artiest allemaal hetzelfde zegt: ga zitten hier, maar ga zitten hier niet. Ja. Ga zit hier rond tafel. Ik heb eigenlijk al drie keer hetzelfde aangevraagd. en ga ze niet aan het lusteren, want ga zit in mijn kop. Ja. Daar. Je hebt, een ja, job, hij... je hebt een job waar je heel veel in je kop moet en dat gaan. Dat is heel moeilijk om begrip voor te krijgen. Ja. ja. En dat is ook, dat kan, ik, kan ik ook snappen denk ik, als ik, dan, als ik dat dan probeer van een andere kant te bekijken, dan kan ik ook wel snappen dat, je, dat ik thuis geregeld wel eens te horen krijg: van, hé, hey dude, er uh, is wel meer in de wereld dan a wereldje. Ja. Zo, en dat is natuurlijk ook wel zot. Ja. Nog een ding, want je, je wordt natuurlijk. Je doet acteur, je doet die, je, acteren, je, zet, je doet je passie, dat is allemaal heel cool. Maar dat heeft natuurlijk ook nevenverschijnselen, namelijk dat je bekender wordt. Is dat iets dat jij leuk vindt, omarmt, niet goed mee omgaat? Zouden liever het nog meer hebben? Is dat iets waar je denkt: vind ik niet belangrijk zolang de rollen goed zijn? Ja, dat is vooral de laatste. Het ding is voor mij: ik wil vooral goede rollen spelen. Mm. Ik wil gewoon mijn passie kunnen uitoefenen. Wat daarbij kijken komt, komt er maar bij. Mm. Um, dat is niet altijd plezant om als je mijn geliefden op straat zet tegen te houden worden en, en, en weet ik veel wat. Maar dat tegelijkertijd is het een vorm van erkenning voor je werk. Mm. Dus moet er ook niet ondenkbaar voor zijn. Het mm. is dus een heel dun lijntje tussen uh, arrogantie en, en, en respectvol weigeren of zo. Mm. Ja. Soms doe ik dan alsof ik die persoon niet ben. Dat je... Heb je dat al gedaan? Ja. ja. Dat gebeurt wel. Ja. <laughs> dat is wel cool. Zou er iemand zijn dat uh. mij lijkt? Sorry. Nee, nee, dat nee, vind ik ja. niet. Ja, en andere keren neemt je dat gewoon volledig op en, en, en geeft dat je een goed feeling over jezelf en weet ik veel wat. Het hangt ook vanaf hoe je jezelf voelt. Mm. Ik denk persoonlijk dat als je dan, als je dan in een moment zijt waar dat je moment in je leven zet waar dat je bevestiging nodig hebt, terwijl handig is om ja. te hebben dat iemand u zegt van, eigen hey, gezicht echt een goede acteur, ik kijk naar je op. Ja. Maar tegelijkertijd dat dan weer niet, want dat voelt, dat kan, je ook heel makkelijk illusies voeren, ja. dat je je soms te graaf voelt voor, ja. voor wat je zit. Eigenlijk. Dat is het ding, hè? En ook gewoon als acteur is het gewoon heel moeilijk om, om banden te maken nu. Hè? Voor mij is het moeilijk om vrienden te maken, om, Nieuwe mensen te leren kennen, omdat je niet weet wie zij aan het leren kennen zijn. Zijn ze net aan het leren kennen? Of zijn ze aan het omgaan met een acteur? Ja. En dat is gewoon nu een heel, dat is gewoon heel moeilijk voor mij. heeft jij die, die mij graag omdat ik acteur ben? Ja. Of heb jij mij graag omdat ik leuk ben? Ja. En daar is soms een fine line waar dat je niet altijd. Heb ja. je daar, daar ervaring mee dat je voelt van, dat gebeurt meer of je ze meer op je hoeden automatisch Ja, of, nee. Het, ik merk wat ik vooral merk is dat mensen die vroeger niet naar je omkeken, nu ineens mm. je vrienden zijn, bij wijze van spreken. Of zo'n gast dat je zo ooit vroeger zegt: Ik heb heel lang in de verkoop gewerkt. Hé hey, Nabil, als goed, weet jij nou dat je maar jeans verkocht? Ik zei: Ja, to, top, top. Hé, hey, maar ga acteur nu? Hè? Ik zei: Ja, maar goed bezig, goed bezig. Geen, met die euro alleen ervan? Mhm. Mm <laughs> ah, ja ja jij toch goed Ga verdient toch toch goed jij zit toch zwaar aan het werken nu kijk man 20 euro man, snap, geef mij me wat terug mensen beseffen niet dat de acteren niet altijd even prestigieus is mm. mensen beseffen niet dat je echt graag moet willen acteren voor dat te doen mm. iedereen denkt van ah oh, ik zou dat ook wel kunnen ja van, ik zou dat ook wel zitten ik zou dat ook wel eens willen proberen alsof het dat dat een hobby is alsof dat een mm. of, of uh, Doet hij ook een echte job naast acteren? Ja, dat is een goeie. Hele... Kunnen we ervan leven? Wat doden we anders nog? Ja, maar. De, <laughs> snap je, de, de... De Dingen waar je elke eigenlijk... de meest motiverende ja. op, nee, En ook, en ook ja. dingen waar je zou zeggen. Dat zouden jij eens moeten vragen aan iemand. Ja. Je, toch, je, je, ja. je gaat toch ook niet naar iemand toe. En wat doe je? Ah, en hoeveel verdien je? Om uh. da, ja. meer van de reden dat je zo iets op een podium doet. kun kunnen we ervan dan is, leven. Dan, dan is, is je ja. loonbrief. Ja. Niet privé. Ja, nee, nee. Maar niet van, van loonbrief, niet privé. Het is gewoon, het wordt ook vaak gezien als minderwaardig. Ja, als ja. geen job, hè? Ja. iets dat je in ja. je vrije tijd doet. Ja, terwijl, terwijl nu, van alle tijden, ja. in deze tijd, van alle tijden, is bewijs geweest dat er nood aan was. Ja, en is het ook, bewijs, bewijs geweest geld dat, geld dat, je, zelfs, je ook dat zelfs de, de, de overheid het beziet als een hobby. Hè? Allee, dat, ik, dat, dat ik wel voelde, je had, had bijvoorbeeld een aantal mensen die, die echt hun eigen hebben laten horen in die periode. Ik was er niet ene van, maar mensen als Frederik Sioen of mensen als uh, ja, Stanny Krets, bijvoorbeeld. Nee. Hè, iemand uit een paar keer zijn eigen laten horen. Deze is niet ons hobby, hè, mannetjes. Dat is niet iets dat wij doen in onze vrije tijd, als we niks beter te doen hebben. Deze is ons beroep. Nee. En dat is wel iets... Ja, nee, maar is, ik ben zelfstandige acteur ja. en dan en, en, en beginnen mensen dan de hele tijd ja, te twijfelen of dat ik het ga halen, of dat ik nog bij moet werken, of dat ik nog dat, of daar Maar ik heb zoiets van, moest ik zelfstandige bankier zijn? Dat had niemand iets gezegd. Nee. Ik heb dezelfde risico's van feiten geraakt, ik heb dezelfde risico's van, weet ik veel wat, hè. Mm. snapte zeker in tijden van corona, dezelfde risico's om geen, geen, geen klanten te hebben en dan dergelijke. Maar daar gaat mij niet gevraagd worden van, hey, uh, ik zou toch nog wel denken aan, aan, een, aan een andere job want ja. wie weet wat de acteren weg en, en ja. wat dan ja dat is natuurlijk omdat veel mensen ook zo'n gevoel hebben van, van ja dat is zo dat er zit een soort inherente onzekerheid aan hè om die om ja er mensen die beseffen, ja. die mensen die beseffen dat zowel jij als ik bijvoorbeeld als we ons nu volledig in onze passie zouden uitoefenen, en die passie lukt dan niet meer maar het feit dat jij in wat je toen deed, zover zijn geraakt, gaat wel deuren openen voor u om in een andere sector verder te willen gaan. Mm -hmm. Er zijn heel veel bedrijven die een Alex Agno gaan willen, willen, willen hebben om te kunnen zeggen: Alex Agno werkt bij ons. Ja. En dan heb je toch werk, dan heb je toch je zekerheid nog altijd alsnog. Mm. Terwijl het er, ja. er van ons verwacht wordt mm. nu om iets dat wij als passie zien en daar wij volledig voor willen gaan, daar 20% van moeten wegnemen en dat moeten gaan insteken in iets. Voor als die 30% valt. Dus maar, 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 dat is, maar dat is tegen je eigen ja. zeggen al op voorhand. Dit is gewoon niet lukken, mannen. Ja. Nee, ik ga er volledig 100% van ik dan val, valt die. Tuurlijk. Dat is wel. Wat ik ook een hele interessante vond, was, uh, dat was uh, comedian Bill Burr, Die zei dat ooit mooi. En dat, dat, dat ging bij mij ook zo een lichtje aan. En dat, dat denk ik, dat kan ik me voorstellen bij u, omdat je dat eigenlijk er straks al zo wat vertelde: dat elke job die jij deed, dat je jij, jij vrij snel leerde, mm -hmm. dat jij ook vrij snel er goed in wordt. Mm -hmm. Dat is iets dat je ziet terugkomen met mensen die dat ergens ver gaan in wat dat ze doen. En wat ik heel interessant vond, was, was hey, Bill Bird: je zei, ja, maar als ik bediend word door een gast in een café. Die je niet de moeite doet om de bestelling te onthouden, die je eraan komt en de helft verkeerd heeft. En, dat, en die je zegt dan: ja, ja, maar ik ben aan het wachten tot mijn groot artistiek project van de grond komt. Je net zoiets, dat je al niet de moeite kunt doen om deze goed te doen, waarom de hel denkt dat dat artistiek project van u ooit iets gaat worden? Dus je voelt dat ook al bij mensen die, waar dat dat bij zit. Ik, ik, ik weet dat ook bij u, Andries. Bij alles wat je doet, hoe onbenullig dat ook dat kan zijn, dat moet altijd het beste zijn dat jij dat kunt doen. Exactly. Want anders heeft dat geen zin. Exactly. ik ben ook zo. Ja. En ik denk dat dat bijna een, een, een algemeenheid is met iedereen waar je van voelt dat die op een bepaald punt in je leven staan. Ja, ik heb, ik heb daar al van zin Ik, 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 ik zeg het, bij mij dat is ook de enige reden waarom ik niet combineer. Oké. Okay. De grootste reden waarom ik niet combineer is omdat ik me toewijd. Als ik nu nog een horecajob hiernaast zou hebben, ik zou me toewijden aan die horecajob. Ja. Waardoor dat ik geen tijd meer heb om te studeren. Geen tijd meer heb om, om mijn mind gewoon leeg te houden om een bepaalde rollen uit te oefenen. Ja. Omwille van het feit dat ik me smijt. Ik smijt mij op iets. Of dat nu verkoop is, of dat nu kuisen is, of dat nu liefde is, of dat nu koken is. Ik smijt mij. Mm. En dat... Is een positief aspect, maar ook een gevaarlijk aspect. Want toen ik met de castingagentschap bezig was, was ik enkel met casting bezig. En dan neemt mijn neemt tijd, mijn kosting, dan neemt mijn energie, energie men, mm -hmm. mijn brein, alles mm -hmm. spekter alles, alles, van mij over. Waardoor dat ik mijn eigen dan op een gegeven moment heb gevraagd: van, en dat dan? En dan. En nu, terwijl nu dat ik heb dat weggesmeten, weg ik ben ermee gestopt. En ik ben met, met acteren volledig aan het gaan. En dan voel ik ook gewoon bijvoorbeeld dat ik mijn rol beter kan spelen. Dat ik me volledig kan uitleven op iets. En, en ook beschikbaar ben voor bepaalde zaken te doen en, en dergelijke. Mm -hmm. Misschien wel eens. Um, want je hebt Into the Night. Hè, daar, is ook, daar, daar, voelde wel, daar zit ook een, daar zit een internationale kant aan. Ook het Netflix gegeven. Mm -hmm. dat, voelt, dat zal waarschijnlijk bij je ook. Eh, je voelt dat komt in alle persdingen dat je over u leest. Maar wat ik wel boeiend vind, is dat het overduidelijk. Een, uh, ja, iemand met veel toekomst uh, upcoming, ook zeker. Er, allez, ik zou denken: er is veel mogelijk, maar uh, misschien nog iemand die los erin zit. Hoe lang is eigenlijk de weg naar de top? Hm. Want je, zit, je hebt al veel achter je gelaten, zal ik zeggen. Als je een soort carrière traject, je hebt al heel veel gedaan. Je doet, dan zit dan in die, Into the Night Netflix. Is, het, uh, is de weg nog naar de top nog langer? Wat is een top. Ja, goede vraag. Ja. Snapte? Voor u de top? Wij zijn top. Ja. De top voor mij is: ik kan eten, drinken, snapte, Ik, ben ja. een, ik heb mijn leven. Ik, ik moet niet gewoon kinkloppen, ik moet niet gewoon samensprokkelen voor geld. Ik denk dat er topper dan dat niet bestaat. snapte? Natuurlijk, uh, uh, ja, Hollywood en weet ik veel wat en al die <laughs> vooruitzichten dat je als acteur allemaal eigenlijk op je wordt geprojecteerd. Want er wordt vaker tegen mij gezegd van oh, voordat je naar Hollywood gaat, dan dat ik zelf dat uitspreek. <laughs> dat ik heb het okay, gedaan. Sorry. I did it. <laughs> dan, dan, dan dat ik er zelf uitspreek omdat ik zoiets heb van. Vond dat gewoon funny. It's meant to be. It's meant to be. Voordat we hem niet meer krijgen, zing ik blij <laughs> dat je heb. Dat was eigenlijk hetgeen dat was. Weet toch wie dat je mij doet denken van uiterlijk? Ik zit al heel de tijd naar u te kijken. Dat ik denk, die doe maar denken. nog niet met die oh, doen maar denken. Yes. Jeffrey Wright. Kende je die een acteur? Dat is um, degene die daar... Um, die zat ook in die, die nieuwe versie van Shaft, die in Baski had gespeeld. Dat is je gast die dat ook in James bond films speelt. Wright. Je Felix Lighter. Ik zal hij hem even opzoeken. Ja, die de is... ogen, ogen. de intensiteit van uw ogen. doen we doen Jeffrey Epstein liever niet. Nee. <laughs> laten, we, laten we die vooral niet kiezen om te zeggen, maar die is een ogen. Gaat iets wel. in die ogen. Ja, ja. Dat ik heel een tijd naar u keek en zeker... Ja, die, die is zo'n. Maar hij is, hij is ouder, hè? Ja, dat wel. Maar die is een waanzinnige, ik vind hem een mega-acteur. Maar die, wat hij die ook vooral heel goed doet, die is, zo, die is zo verantwoordelijk voor een van mijn favoriete one-liners uit een film ooit. Dus dat die in Shaft zit die zo, speelt, hij zo'n mega-drugdealer, die je zo, mega zo in de gevangenis zit. Met Christian Bale, die zo'n soort Juppie-moordenaar is, ja. maar die zit zo in een kostuum er. En hij kijkt er naar en hij zegt er tegen. So, what are you in here for, Blankie? Income tax evasion. <laughs> ja, en daar moest ik altijd zo hard mee lachen, want dat is zo'n waanzinnig figuur, die ja, kerel. Ik weten, ja. Maar die heeft wel zo echt, ja, daar is zoiets in die intensiteit in die zijn ogen, dat ik zie babbelen, dat ik denk: ah oh ja, dat is zo dat is zo, dat. Ja. zo Dat is zo dat heel aanwezig zijn als jij ja, iets. Ja, en ogen inderdaad. ze zijn heel aanwezig. Dat is heel weird, want dat klinkt als iets onnozel om te zeggen, maar dat deden niet bij iedereen. Je hebt veel mensen die, als die praten, ik heb dat ook heel veel dat ik niet echt naar u kijk. Maar er zijn zo'n momenten, dat als iemand zo lokt met u, dat je denkt: fucking hell man, dat ga je wel. Dus dat moet ik wel. intens, hè? Ja, uh, intens. Yeah, uh, yeah, maar wel graaf of zo. Ik vind dat wel heel cool. Want, eh. Uh, ja, yeah, is zo iemand dat je, dat je kunt echt een ruimte voelen veranderen. Dat is, dat is weird. Ja. Yeah. Dat deed er niet veel mee, mensen. Ja, dus ik zeg het. Ik heb, ik heb het geluk gehad om, 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 ja. om dat te kunnen. Te zeggen, om dat zelf te, te mogen ontdekken via andere mensen. En dat te mogen kunnen gebruiken als, als tool voor mijn werk. Mm -hmm. uh, ja, mm -hmm. het heel. Uh... Jij je Ismaël Abdul eigenlijk zelf ontmoeten? Ga ja. je met hem gebabbeld veel? Ja, maar niet in functie van de film. Oké. Okay. Hoe was dat dan? Ja, ik zeg het. Ik, Vrienden van mij die ik ken, zoals mijn taalcoach, is iemand die opgeruimd is ermee. Mm. En uh, ja, we dus komen kom elkaar tegen in Gent en je babbelt hier af en even toe, even toe. En dan was er toen een vaag, een vaag ding in de lucht van, ja, we gaan ooit weer film maken, Dat is zes jaar terug of zo. Maar nooit echt net de instelling van, oh, ik ga hem spelen, dus ik moet hem leren kennen. Ja. Nee. We hebben ook heel hardbewust gekozen om... Om toch nog een deel fictie erin te steken in die film. Mm -hmm. Ook al zijn er heel veel feiten, dan ook in die film, maar voor ons was het heel belangrijk om. om, om een goed verhaal, een goede film te hebben. Ja. Eerder dan. Oh, ja, maar dat is, niet zo, dat is niet gebeurd zoals het toen gebeurd is. Ah oh, nee, maar dat is toch wel. Anders ja, ja. Dat is, ja. Zo heeft hem anders gereageerd. We hadden daar geen uh, behoefte aan. Hij heeft een goed verhaal. Uh, een goede basis om een film mee te maken en wij hebben er eigenlijk geprobeerd de beste film van te maken dat we konden maken. Mm. En dat is eigenlijk het ding. Dat is vaak zo hè? als je zo van die, hè, wat, wat dan dikwijls een kritiek is van de, de kenners of de mega superfans, hè? De dingen als Bohemian Rhapsody bijvoorbeeld of dingen als Man of als je zo van die, hè, je, je hebt heel duidelijk Filmmakers die, die kiezen voor een, een half document neer te zetten. Of mensen die zeggen, ja, ja, we gaan voor de mythologie. Hè, we gaan voor het, het, het verhaal. We gaan voor, het, voor een... een... Allee, dat je eigenlijk die persoon... Dat je niet kiest om alles in de juiste chronologische volgorde ja. of dat of dit. Maar dat je letterlijk zegt, nee, voor de film is dat leuker. Dat dat nu gebeurt. En uiteindelijk is dat ook gebeurd, maar misschien op een ander moment of zo. Weet mensen die er heel hard over struikelen, en andere mensen die dat, die dat denken: oh ja, wel cool dat ze die keuze gemaakt hebben in de film. Ja, ja, ja. ja. ja en zie, maar ook gewoon heel vaak dat ze de zin based on true events gewoon gebruiken om mensen aan te trekken. Ja. Mm -hmm. En dat vind ik dan zo, zo spijtig. Want... Zoals we wat Adil en Bilal hadden gedaan, dat wij min of meer gebaseerd. Waar, <laughs> waar gebeurt de shit? Dat maar is dat was goed, funny, he? He? Dat ja was, Dat is heel grappig. Dat was funny, ja. maar het zegt wel heel, die zin zegt wel heel veel. Mm. Vanaf dat er iemand het zegt... Ja, we hebben gezegd min of meer. He? Ja. Het ja. Snemt, ja, is namelijk... <laughs> ja, maar, ja, maar dat, is, de, ja, dat is... Ja, dat is Maar ik vond goed. dat ook... Wak, ja. wak ik daar weer om, dat, als je zo ene zin ziet, in die ene zin zit al meer vernuft en fantasie en clue en los erop dan sommige rotfilms in zijn geheel. Gez, gezien ja, dat detail van zelfs meteen één zin. Maar dat is misschien wel eens een vraag uh, dat, dat mij altijd fascineert. Uh, en dat gaat goed over slechte films. En als je gelukkig hebt gehad, dat je, gaat, dat je een, een, een heel, heel respectabel track record hebt, maar soms merkte je wel zo iemand die in een slechte film terechtkomt. En ik ga er altijd vanuit dat elk project begint met goede bedoelingen. Hoe hey, <laughs> moet je dan een neus voor, voor, voor krijgen van... Van hoe dat je niet zoiets. Ja, het ding is, um, want je kunt dat eigenlijk niet altijd op voorhand weten, hè? Je weet dat nooit. Ja. Je gaat altijd op gevoel. Je leest iets, je zegt, oké. Okay, daar kan ik, daar kan ik het best te spelen, bijvoorbeeld, bewust van het feit dat als die film slecht is, is dat niet uw fout. Zolang dat jij je rol. Hoe vaak kijk je naar slechte series voor een acteur? Mm -hmm. Je ja, of je ook acteurs waar je van zegt: zelfs in een slechte film is die je ego. Ja. Die, voilà. die doe ook wel. Voilà. Ja. En, en dat je ja. enkel voor die een acteur zal kijken. Snap je? Dus op zich, als acteur, een goede film, slechte film maakt niet zoveel uit. omdat middel van het feit dat je bewust bent dat je eerst met een script zit dat je ze leest. Lezen, spelen zijn twee verschillende dingen. Spelen en spelen op set zijn twee verschillende dingen. Want op set zijn er allemaal props en weet ik veel waar je nog meer mee kunt spelen. En dan komt dan, zoals we het, een, een film aan 3,5 uur aan bruikbaar materiaal. En jij hebt maar, maar een film maken van anderhalf uur. Ik denk dat je daar in die 3,5 uur 300 slechte films gemaakt hebt. Met dezelfde footage. Maar die ene film die je eruit brengt. Gaat wel boemen en gaat een blockbuster worden, en gaat weet ik veel worden. Maar in die van die film, van die. Van die uh, materiaal dat, dat er gefilmd is. kunnen 300 slechte films gemaakt worden. Dat is wel cool. Ja. Dat heb ik nog nooit zo bekeken. Maar dat dat is is wel realiteit, ja. Zelfs jullie, uw podcast. Jij bent ja. nu een podcast aan het filmen. Mm -hmm. Jij kunt kiezen hoe dat je dat knipt. Jij kunt knippen alsof dat wij twee onbespraakte, debiele uh, gasten <laughs> maken. Maar je kunt dat knip, knippen alsof dat wij alle twee de, alleen maar de graafste punchlines zeggen. Ja. Dat is de realiteit. Ja. En wij als acteur. Ik moet als acteur, mijn verantwoordelijkheid is tussen actie en kut. En dat die kut gebeurd is, hè, vanaf dat je moved on, hè, moet je dat loslaten. Elke rol die ik in gespeeld heb, elke rol die ik gezien heb, kijk ik. Fuck, ik had dat zo moeten zeggen. Fuck, ik had daar dat moeten doen, jongen. Die is het glashorn, die had die laten liggen, dus je had die omver moeten klappen. Mm -hmm. Je blijft maar dingen verbeteren aan wat je hebt gedaan. Terwijl. De regisseur en heel de hele omgeving de, door de dek heen is gegaan van oh, dat is hoe gespeeld. ik jij als acteur nog had tegen die zoiets van fuck joh, ik heb dat beter zo moeten doen. Dat is dat niet zo goed, En daarom, daarom dat je niet op voorhand weet slecht hoe... Hmm. Kijk, ik lees... En zoals, dat is zoals een relatie, dat is zoals vriendschappen. Je weet nooit op voorhand hoe dat een vriendschap gaat eindigen of een relatie of weet ik veel wat. Hmm. Je zit op het moment zelf... Wij zeggen mijn gevoelens daarover. We klik dat dan en klik dat dan. En wat er dan komt, komt. En dat is eigenlijk het ding. Je kunt nooit op voorhand weten wat al dan niet goed, goed of slecht is of weet ik veel wat. En er zijn ook films die slecht beginnen, die uiteindelijk cult worden. Mm. Zoals een Star Wars. Ja. Star Wars in het begin flop, 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 flop. En nu moet maar één iemand die Star Wars fan is uh, iets slecht over Star Wars horen. <laughs> <laughs> dat is toch of niet? Dat is de realiteit. Ja, het, de, de cultfilm valt natuurlijk ook veel over te zeggen. Hè? Dat je ja. denkt van soms ook niet geapprecieerd in zijn tijd of pas later dat mensen doorhebben wat daar eigenlijk cool aan was. Ja. Kun kunnen natuurlijk ook. Maar, maar toch hebben heb ook wel zo van die mensen. Gelijk, uh, ik, ik heb ooit een biografie gelezen. Van, hoe uh, oh, heet hem nou weer al? Bruce Campbell, hè? zo if, if Chins Could Kill. Zo, die Evil gestie, Dead. Evil Dead, hè? De, de hoofdrolspeler daarin, die zo eigenlijk een boek opdraagt aan de, de, de blue collar working stiff actor. Hè? We wat hem zo van zegt, van project tot project, als het ons aangeboden wordt. En die, die komt toch ook zo heel humoristisch vertellen over op een set wandelen en al denken, ja, dat wordt hier niks. <laughs> dat, dat gebeurt, hè. Dat je denkt van, van en, en dat het dan ook daadwerkelijk blijkt van ook niks te worden. Allee, dat je niet, maar je hebt ook sets ja. dat je denkt van, what the fuck, jongen, hebben jullie nooit gehoord van een agenda? Hebben jullie nooit gehoord van een organisatie? Meen gewoon dat het echt, serieus, is dat waarmee ik een film aan het maken ben? Mm. Maar die film komt eruit en denkt van, fucking ja, ik ben zo blij dat ik het mee heb gedaan. Ja. Ik zeg het je hebt er geen, maar echt quasi geen feeling over. Je kunt dat niet op voorhand weten dat iets al dan niet goed is. Er, zijn niet er... alle goede regisseurs hebben goede films geregisseerd, hè? Nee, dat is waar. Ja. Terwijl dat zijn topregisseurs hè? maar soms niet. Mm -hmm. Niet alle goede acteurs hebben de juiste keuzes gemaakt in hun spel. Dat de... Boven alles zijn we mensen. hè mannen? Want, ja. uh, Dat is het ding, hè. Want dat lijkt mij ook moeilijk eh, als je zo ineens zo'n mega-aanbieding krijgt. Eh, Wat eh, hopelijk voor u ook echt op uw weg gaat komen. Maar zo dingen dat je ga binnenkrijgen. Probeer mij dan voor te stellen bij Matthias Schoenars bijvoorbeeld. Je krijgt zo te horen. RoboCop. We willen daarvoor. En die ineens zoiets. Nee, dat kon ik toch niet doen. Hè. Batman. We willen u ervoor in Batman versus Superman. Ineens zoiets. Er moeten wel een serieus karakter voor hebben, voor op dat moment op zoiets nee te zeggen, omdat dat lijkt op papier, alsof dat, dat de ticket to stardom in grote nee, budget zou dat en... De ticket to stardom zou zijn nee? is voor hem. In, in, zijn, in zijn geval denk ik niet dat hij dat zelfs zo op ziet. Mm -hmm. Ik hou van Batman. Ja. Als ik speel Batman, ik speel Batman. Ja. Snap je dat zijn dingen? Is, dat zijn is dingen waar ik van houd. Ik, ik heb dat graag, ik zie dat graag. Hij houdt daar niet van. Desens, zijn hoesting gewoon niet, snap je? Ik kijk graag naar superhelden shit. Ik kijk graag ja. naar The Boys bijvoorbeeld. Van ja, ja, ja. ja. Ik ben er heel fan van, dus het zou heel stom van mij zijn, moest ik nee er tegen zeggen. Ja. Dat is mijn jeugdkind, mijn jongetje dat in de lucht schiet van oh, ik mag superheld speel. Ja. Maar als acteur natuurlijk, is heel veel greenscreen, is heel veel doen alsof het is dus niet dat jij ineens. Explosies zitten de hele tijd voor je. Nee, die explosies gebeuren achteraf. Je ze met een greenscreen aan het spelen. Dus. Er zijn heel veel films die de hele tijd met een groen scherm zijn. Hè. Mm -hmm. En jij beeldt je de hele tijd personages in. jij spreekt de hele tijd tegen jezelf. Ja. En als acteur kan je me inbeelden dat het saai is, het niet leuk. Ja. Maar... Ja. Is er zo'n rol dat jij graag zou willen spelen, dat je zegt dat ze mij daarvoor vragen, direct? Hmm. Zo'n soort, ja, weet ik veel, blockbuster-superhero-achtig ding. Zo Hancock. Iets. Ah, dat is wel goed. Ja. Will Smith. Zo'n... Ja, nee, gewoon... Het, Een het, soort, soortgelijke het film. Idee, ja. Het idee... Het idee dat liefde... ...je mortel maakt, vind ik gewoon heel mooi. Oké. Okay. Hoe verder dat je van je geliefde weg bent, hoe Invincible dat je bent in de zin van niks kan je raken, maar hoe ongelukkiger dat je bent. En hoe dichter dat je bij die persoon komt, hoe menselijker dat jij wordt, hoe minder krachten, mm -hmm. maar hoe gelukkiger. Dat vind ik gewoon een heel goed cool concept. Ja. Want heel vaak is dat zo, ja. Heel vaak voelt je sterker als je, je, niks, laat, als, als je niks je laat raken. Mm. Maar zij zijn wel sterk. Ja. Het is niet dat je niks u laat raken, dat je sterk zijt. Want vanaf dat één ding je raakt, valt je in één. Ja. Terwijl als je iemand zei die iets embraces the feelings, en ik denk wel dat je uiteindelijk sterker in je schoenen staat, eenmaal dat je die klappen krijgt. Ja. Ja. Een rare, een rare manier van het bekijken maar Nee, uh, nee, nee cool. helemaal niet. Helemaal niet. Nee, uh, in tegendeel, het maakt uh, ridiculously much sense eigenlijk eerder. Ja, yeah, ik, ik, ik heb veel meer zoiets van nee, ik zit soms gewoon wat te lusteren, omdat ik denk, damn, ja, yeah, dat is keigoed goed gezegd. Ja, maar gewoon in realiteit, je moet yeah. rekening houden, we zijn opgevroegd met Superman en Kryptonite. Ja. Yeah. En in heel veel uh, relaties en realiteit zegt de tegen van You're my Kryptonite. Ja. Yeah. En, zelfs al leek en over gemokt. En, in en, ja. en in deze film ja. is dat wel effectief zo. Vanaf dat hij in de buurt van zijn vrouw komt, dan kun je hem neerschieten. Het idee is, is, is zot, dat is gewoon abnormaal. Vanaf dat hij in de buurt van zijn geliefde komt, is zijn huid zodanig zacht dat je die kunt neerschieten. Mm -hmm. Dat is toch de ultieme vorm van ego opzij zetten ja. voor die vrouw? Ja. Dat, 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 zo zie ik dat dan toch. Ja. Dat is de rol van Annemone Valken. Is hij in de film de rol van Annemone Valken? In Poké uh, in, uh, La wel. Ja. ja, ja. 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 dat, dat is... is vergelijkbaar eigenlijk, ja, inderdaad, ja. He, met, uh, ja. met Hank ja. Ja. ook. Dat dat ook de persoon is die dat hem het beste kent. He, en waar hij meest zwakte, kwetsbaar hè? bij is. Voilà. En dat vind ik gewoon heel interessant. Ja. Nou. Wat zou er meer moeten Wat zijn eigenlijk een aantal van uw favoriete films? Wat zijn zo'n dingen dat je zegt: daar? Oké, okay, cool. Dat is, een dat, is, dat is een hele goeie. Dat heb ik nog niet veel mensen horen zeggen. Ik hou van de film. Wow. Ja, en waarom? Ja, ik ben altijd fan geweest van de post-apocalyptische, uh, rare fantasy. Mad Max. Mad Max, zo'n ja. ding Daar ben ik wel al hm. altijd heel fan van geweest. Ja. Daarom denk ik ik denkbaar ben dat ik een the night mag meespelen. Ja. ja, dat is ook zo. Ja. ja, ja. Dus. Ja, ik ben heel fan van zo'n verhalen, mm -hmm. uh, Maar Waterworld, ja, dat was ook echt zo de eerste keer dat ik zo een gast zag met, met flippers, met, met zo'n met zwemvliezen zo ja, ja. en zo van die dingen. Ze dient oké, wat. Dat is ook Dennis Hopper, zeker. Is Dennis Hopper dus de, de slechte, ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is de slechte daarin. Ja, uh, ja. Kostner, ja. ja. ja zo dat moment dat hij ook inderdaad in het water springt en echt zwemt gelijk een vis hè? Ja. dat je niet verwacht maar die je doet en die je springt er ook uit gelijk een dolfijn ja. dat je denkt wow ja. hè, zo. omdat dat dan zo gezicht van de mensen is dat zijn eigenlijk aangepast onder aan de nieuwe planeet en die kewen of zo weet je? ja die ja, ja, kieven, kieven, ja die kieven, kan ja, onder water ja. blijven zwemmen maar dat er niet in het begin van de film want dat is ja. ook wel wat toffe erom. Ja. dat je dan zo ineens ja. door het wow oh, zo wat is dat dat zot want iemand was toch een mega flop in de tijd hè, dat de dat duurste het film ooit ja. gemaakt hè, ja. in die een tijd. Ja. Ja, dat weet ik ook. Dat was over de 100 miljoen dollar waarna bekend wegwerpgeld is tegenwoordig <laughs> voor een hele hoop van die Hollywood dingen. Maar dat is, uh, dat is wel. Dat was toen wel zo'n watermark van holy shit, man, hoe duur kan een film worden? Zo, hè? Ja, ja, en, en dat we... ziet er ook wel nog altijd fantastisch uit ja, daardoor. Hè? Je ja. kunt dat nu terugzien. Dat zijn echte sets ook. Ja, ja. Dat is niet een hoop CGI. Dus ja, je ja. ziet dat en dat zit daar, hè? Want ik denk dat er zelfs ook de reden waarom dat, dat ook nog zo duur was, was dat er een volledige set weggevaagd is door, door een storm of zo. Ook. Dat dus ze die echt terug hebben moeten woorden. bouwen, omdat dat zo, dat was gewoon heel die set. Ze van goddamn, alleen dan zullen we maar terug opnieuw beginnen. Zo. Dat is echt zot, hè? Ja, ja. ik vind dat ook. Uh... Zo'n classic filmmaking. Hè? Ik was zoiets met Christopher Nolan, zo uh, dat was naar aanleiding van Tenet denk ik, die nou zei: ik, wil alles, ik moet alles gezien hebben. Want die wil zo niks doen hè, met green screens. Hè. Ja. Gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Ja, je ziet dat ook wel zo met die, met die nieuwe Dune-film met Denis Villeneuve. Er zit uiteraard CGI in. Mensen beginnen ruimteschepen, dat daar. <laughs> maar drie kwart van de stuff zijn sets. Hè. Dus je ziet dat en je denkt, je voelt die ruimte ook, Als je op zo'n set komt, ja, dan moeten we wel eens beschrijven, is dat wel zo'n kinderbuikgevoel van: oh shit. Het is. Als je zo op een set komt en je ziet er graven. Het is niet echt een kinderbuikgevoel, omdat ik als kind dat nooit huh? nooit zo bekeek. Als kind zag ik niet een set als een filmset. is dus pas als acteur ben geworden, dat ik ben gaan denken aan sets aan oh, dat is wel goed gespeeld. Als kind, dan is dat gewoon echt allemaal. Hè? Ja. Mm -hmm. Dan is Waterworld gewoon Waterworld. Dan is het gewoon een plek op de aardbol waar dat je ooit een vliegtuig zou kunnen pakken. <laughs> <laughs> en jij kunt gewoon meegaan. Nee, <laughs> <snapte? laughs> dat is dat je als kind ziet, toe je? Waterworld. Dat is gewoon. Um, en, uh, en als je laat als je, zo, als je nu zelf aan het spelen is, ik kan me dat wel voorstellen. Dat als nee, dat is een, zot. als een set goed gedaan dat is, is, dat je dat, dat 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 wel dat zot gevoel dat is. Een zot... Ja. Je denkt je eigenlijk what the fuck? For my man, en je gaat elke persoon die dat gebouwd heeft en gaat die bedenken en zeg je gaat die bedenken. Dat doe ik toch wel sinds. Nee, maar ik heb zoals bijvoorbeeld met internet. Snap je, als je zo ziet wat ze gebouwd hebben, in combinatie met wat er te zien is op het scherm, in combinatie met die hebben in Brussel een pop-up shop gebouwd, mm -hmm. gewoon een pop-up shop voor van, van een weekend en dan denk hij je eigenlijk van mannetjes gewoon voor een pop-up shop voor promo ziet het eruit als een enorme set ja dus ja ja dat is wel kapot zo'n vliegtuig op zo'n gimbal ja dat is de hele tijd van ja ja in een studio snapte ja dat is echt zot is echt zot of zo'n die vliegtuig die die ging ook volledig open dus als je gewoon kon de zijkant treffen, haalden ze de zijkant treffen, konden ze, ze, kon ze zo filmen. Dan haalden ja. ze de voorkant treffen, konden ze zo filmen. Dan hebben ze enkel de cockpit in de studio staan. En dan... Snap je? dus op precies een Lego, terwijl dat echt een Lufthansa-vlucht Lufthansa is geweest. Mm. Maar die hebben die allemaal opgezaagd. En... Dat is wel heel interessant. Oh, dat is wel cool, dat is echt een echt vliegtuig ja, 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 geweest, ja, ja. dat ze zo ja, helemaal ja. hebben omgebouwd tot een set. Ze hebben die omgebouwd ja. op, tot een set. Uh, en dan hebben ze op een gegeven moment een andere gepakt. Mm -hmm. En met die vliegtuig zijn we naar, naar van, uh, vanuit Bulgarije naar Skopje gevlogen. Ja. En met die vliegtuig waar we mee gevlogen hadden, hebben we alle tarmac scenes gedraaid. Ah ja. Dus dat is wel grappig om dan zo ineens een privé-chartervlucht te krijgen. K om, om dan te gaan filmen en dan <coughs> terug te vliegen. Ja man, crazy. Want ik, ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat, dat lijkt mij zo logisch als iets, maar ik kan het alleen maar om nu vragen natuurlijk. Dat maakt uw acteren ook een pak gemakkelijker of niet? Als je zo'n hele realistische set hebt. Dat je zeker, echt voelt van. Zeker, zeker, dat zeker. doet toch ook al veel mee uw mindset. Zeker. Nee, maar gewoon kijk, als acteur, je leest iets, maar je ziet niets. Hmm. Dus je leest, uh, de personage loopt naar de tafel, neemt een glas en gooit die glas tegen de muur. Dat is wat je leest. Maar als je dan op een set komt. Waaruit die tafels er anders uitzien. dat die glas misschien aan de andere kant is gezet geweest, zodat je die tafels op de weg moet gaan duwen. Is, ja, ja. Er is zoveel meer bij kijken dan wat er op papier staat. Dat je bijvoorbeeld aan het discussiëren bent en aan het nadenken bent in je discussie, en dat staat er allemaal in. Maar dan komt op een zit en zit een speelgoedautootje. En dan denk je van, ah, oh, ik ga met dat speelgoedautootje te spelen, terwijl ik aan het nadenken ben en aan het praten ben. Dat zijn allemaal dingetjes dat je. Daar zet heel veel props heel veel mee helpen. Hè. Hmm. Standaard. Ja. Sowieso. Daarom dat ik denk dat greenscreen acteren moeilijk, was, moeilijk zou zijn. Ja, omdat je dat allemaal in je eigen kop moet doen, omdat er niks is dat u, dat u er een beetje mee kan helpen. Zo. Ja. Ja. Snap je? Er staat ja. you, you saw a dragon. <laughs> <laughs> Snap je? Jij doet zo, ah, dragon. Ja, ja. Maar jij op voorhand in je hoofd. Weet niet welke kleur die dragon heeft, weet niet welke, hoe groot de vleugelspan dat hij heeft, je weet niet... Je weet zoveel dingen niet, dat je ja. pas ontdekt daarna... <laughs> ja. Van, ah, oh, dat was die indruk dat ik naar rondkijken was, juist. Ja. Ik krijg dan soms, wat ik vraag me dat af, dat je zo concept art krijgt van, zo denken we wel dat hem er gaat zien wordt dat ook wel gedaan? Ik denk, ik of... Ik hoop het, ik ja. denk het. Uh, ik, ik heb vraag... nog nooit... Ja. Ik heb nog nooit... De internet was dat wel, ja. dat hij op voorhand dingen stonden, locaties stonden van, deze gaat er zo uitzien zo gaat de muziek klinken. dat, dat is best wel. Ja, dat is ook nog zoiets. Ja. Ja, want ja. daar moet je inderdaad, er is een draak en dan moeten dan, dan al die acteurs zo, moeten zo angst spelen, maar je zit eigenlijk nog iemand met een stok of zo. Stok. Ja, met een kap op of zo, zo een foto, <laughs> ja, zo, heel zo, heel iets, vaak. Zo, zo iets, raar zo. Oké. Ja, ja. Heel vaak. Of een, een, een film zoals, ik heb respect voor die kleine jongetje van Jungle Book, hè? Ah ja, dat ja, is niks. Ga ja, aan een kind? En dan moet de, dan is er is een gast in een greenscreen die zo'n valse tijgerkop heeft. <lacht> <lacht> zo zit de aaien mee, en jij moet tonen dat dat een mooi diertje is dat je aan het aaien zet. het voor ja, mijn kind ja. is dat. dat is. chapeau. Zo. Ja, ja <laughs> dat, chapeau. Is, dat is echt inderdaad. Of zo domme ja. scènes zoals in Cordon. Dat zijn ook dingen die mensen niet vaak nu weten. Dat ik hilarisch vind. Dat echt eigenlijk als acteur, als je lang genoeg acteert, zou je een stand-up kunnen schrijven. Ja. Gewoon van dit dom een dom voorbeeld. Je hebt Cordon. In Cordon is er een heel grote shoot-out. Met uh, mitrailletten, met handgeweren. Een heel grote shoot-out op een gegeven moment. Maar om veiligheid, en we krijgen allemaal alarmpistolen. Mm -hmm. Maar om veiligheidsredenen zeggen ze tegen ons: gun in holster houden. Dus heel die repetitie heeft, is iedereen dit aan het doen en heeft iedereen zijn eigen gelutje. <laughs> dus je moet je voorstellen dat er 20 acteurs. En een Pjoe, blue... wow. De hele tijd echt. Politie <laughs> en dief aan het spelen zijn. Als repetitie voor een echte shoot-out. Snap je? Dus... dus dat is wel grappig. Oh, om... dat is wel keihard. Dat is wel grappig. Snap om... je? Dan voel je je een pak minder stoor. Je hebt dan zo'n hele pak aan van militairen. En je mocht schieten, maar je hebt dan zo je, je vingertjes vast. En zo. Maar benoem je? Dan wordt toch iemand benoemd dat dan toch is, of niet? Nee, maar het ding is, iedereen heeft kiest geluid. geluid. Dus ik heb een geluid. Jij hebt een geluid, jij hebt een geluid, zodat de regisseur weet wie aan het schieten is. Ja, ja. ja, maar dan de, de, de moet je toch wat aflachen dan, dat kan ja, toch niet? Het echt plat. <laughs> Doe het nog eens? Ja, <scheddiocesieri> ja, wat is uw geluidje nou weer? En dan heb je echt ene die gewoon zegt. Pang, 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 ja, ja, pang. Ja, dat is nog erger. <laughs> dat is misschien het van allemaal. Oh. Ja, daar zie je in, die, in dat artikel dat daar beneden staat. Een, een allochtoon in een helder rol is heel uitzonderlijk. Daar heb we wel de mega Jeffrey Wright-vibe. Ja. Zo, dat je echt ja, zoiets hebt van... Zien ja, ja. is inderdaad uitzonderlijk, maar dat ga... ik heb wel het gevoel dat we wel aan de beter hand zijn met dat soort dingen. Zo, we komen er niet veel meer interessante rollen voor... Ja, maar voor... ik heb zoiets van ze moeten stoppen met bezagen over rollen en meer zorgen over de makers. Oké, okay, vertel. Het ding is, de rollen zijn er, die gaan er zijn en die acteurs zijn er allemaal. Mm -hmm. Maar het zijn de makers, de schrijvers. Ja. Die moeten meer gaan divers, divers gaan denken. Ja, ja. Dat er een, 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 een Marokkaanse paracomando in een reeks speelt met alleen maar blankje vliegen, mm -hmm. dat is Dubbel, erop, dubbel de vinger erop wijzen dat het uitzonderlijk is. Ja ja ja. Dus ja, ja, ja. En is en uitzonderlijk dat de Marokkaan de paracomando is, en uitzonderlijk dat de Marokkaanse rol, in... dus, Ja ja ja, ja. Dat zou gewoon mainstream moeten zijn, dat zou ja. gewoon normaal moeten zijn. Ja. Dus zou van alle kanten, ja, moeten gewoon al... ja, dat zou niet ja. echt. Maar ik, dan... ik heb wel het gevoel dat je nu toch zeker als je zo dingen gelijk Netflix en zo kijkt, met die MTN's en zo, met met een nieuwe, ja, met toch, nieuwe reeks. Toch, ja. Ja. De, de, deze is gewoon misschien klrinken. Nee, nee zeg maar. Maar we needed a writer from Utah, Texas. Ja. Om een serie zo divers te maken als Into the Night. Ja. Belgische serie. Ja. Maar het is wel een schrijver uit Utah, Texas, Jason George. Hè? Ja. Die van Narcos zeker. Die van, van, ja. van, van, van ja. Narcos, die heeft Blacklist geschreven. Vice, oh, gemaakt, okay, cool. Vice gemaakt over ja. Dick Cheney. Die heeft... ah, ja, door ja goede film. Die oh. heeft, oh, die heeft echt meer dan 17 film. shows uh, gedaan op Netflix. Maar het moest wel iemand zijn van Amerika om eigenlijk het echt zelfbeeld van België te tonen. Ja. Want dat is niet. Uh, dat België heeft, in al zijn diversiteit al zijn wilde mij, zeggen. Dat, dat je, je niet heel de tijd. Uh, niet, ja. Niemand heeft zich vragen gesteld over het feit dat er 12 verschillende mensen in een vliegtuig waren. En twaalf verschillende nationaliteiten. Ja. Niemand heeft dat raar gevonden. Nee. Ja, omdat dat ook zo is, hè. Vaak is als je op een vliegtuig stept dan zit er ook is alles bij elkaar. Maar moest, dat, moest, moest dat gemaakt zijn in Europa, ja. niet helemaal in in Europa, dan zou de diversiteit toch wel anders zijn. Ja, denk je dat? Is, nee. dat, is, dat, is, dat, is dat echt een... Is dat, de, 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 daar loopt het nog achter, zou ja, zeggen. Zeker. Of daar heb je een gevoel van oh, dat zeker, je denkt... Zeker, zeker, ja. Zeker. Ja. Ja, terwijl als je zeker. Into the Night ziet, dat valt niet op. Je zit daar, dat ding, is je zit, daar, bezig. zit daar, Dat passeert. Wat ja. gebeurt er? Dat is niet abnormaal. Maar ja, tuurlijk. Nee, nee, nee dat ja. is dus zeker waar. En we dat zijn niet. effectief in een tijd waar dat niet meer abnormaal is. Maar waar dat iedereen nog altijd voorzichtig is met daarmee. De waarschijnlijk ja. ook. En, en, maar ja, ja. ja. En ik denk inderdaad ook, vaak, allez, dat zal dat zal in Amerika al anders zijn dan hier. Uh, je moet er ook al ontdenken. Hè? Er, er zijn heel veel mensen die, die dat daar nog niet zijn. Vandaar gewoon dat dat in de eerste instantie al in je opkomt. Dat niet iedereen daar wit is en het werpen komt. Bij wijze van spreken. Ja, maar dat je denkt, wij, wij die merk, kunnen van overal zijn. Als dat je reeksen hebt ja. en series, gebruiken ze vaak dezelfde acteurs. Mm -hmm. dus, dus ja. er komen, op één jaar tijd komen er zeven series. Met bijna allemaal dezelfde hoofdacteurs. Maar de buitenlanders zijn we altijd nieuwe koppen. Ja. Waarom is dat dan? Is het omdat er te weinig diversiteit is? Of is het omdat vanaf dat een acteur acteur wordt, te duur wordt voor jullie? Ja. Dat we naar nieuwe koppen gaan moeten zoeken, dat we, dat we dan minder moeten gaan betalen. Terwijl, ik geloof niet dat er een Kevin Janssen van de Geert van Ampelberg mm -hmm. even goedkoop is als een beginnende acteur. Nee. Het is wel bankable, dus we gaan die wel aan, ja, ja. aan en betalen. Maar waarom creëren jullie geen bankable... Is dat, is dat het gevoel dat je het? dat je denkt dat dat, dat dat veel rapper gebeurt met, met mensen die. Ik heb, heel, ik, heb ja? heel ik heb dat heel lang gehad. Ik Vind het wel interessant. Ik heb dat heel lang gehad. Ik zelf heb er geen last van. Ja. Ik moet eerlijk, eerlijk zijn daarin. Ik zelf heb geen last van. Ik, heb wel gemer, ik, ik merk wel discriminatie. Ik, ik voel dat wel en ik hoor dat wel en ik hmm. zie dat wel. Maar ik heb ook gewoon het geluk gehad met mijn carrière. Ja. Met te kunnen spelen waar ik allemaal heb mogen spelen. Maar er, er zijn heel veel acteurs die klagen over. Bepaalde zaken klagen over het feit dat ze geen kans krijgen. Klagen over. Bepaalde... En dat is gewoon een middel van het feit dat er niet genoeg is. Mm -hmm. Als je z'n alle voor die ene allochtoonrol moet. Gaan. Ja, 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 tuurlijk. tuurlijk. Je? Ja, ja, zeker. Ja. Terwijl, ja, ja. Mm -hmm. terwijl, waarom moet hij een allochton? Waarom moet hij. Snap je? Waarom, dat is gewoon een personage. Waarom, als, ja. er, als er geen loodgieter staat, wordt er gezocht naar een loodgieter? Waarom, als er een advocaat staat, wordt er niet gezocht naar een, iemand die een advocaat kan spelen? Ja. En niet etnisch gericht gaan zoeken. Ja, 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 ja. Want als je heel het Zuid bekijkt, heel Antwerpen-Zuid, zijn allemaal ruikelei eh, blanken, mm -hmm. maar die huren allemaal bij een Turk. Ja. Moest je dat in een fictiereek zetten, no way dat de Turk verhuurder is. Ja. No way. Terwijl heel het Zuid is Turks. Ja. Eigenaars zijn Turks. Ja. Al die mannetjes die zo in die cafés terreskes graag doen, en allemaal <laughs> mannen die huren bij een Turk. Ja. Maar in fictie, ja. als er een scène is. Is dat onwetendheid of is dat kiezen om dat niet te doen? Wat, ik weet wat, dat wat niet. Denk dat, want dat is bijvoorbeeld iets dat ik ook niet wist. Als je dat zegt, dan denk ik: Oh, really? Is dat? Er zijn bepaalde dingen, maar, maar het, is wel, het zegt wel veel dat je ook in je kop er al niet naartoe gaat. Ja, ik, dat, is ook al okay. wel, dat is ook al wel iets. Ja. Ik, 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 ik voel ik, dat ja. dat ja. vaak ook gewoon bang is voor die verandering, bang dat mensen niet gewoon kijken. Zo, dat ja, is, maar, ja, maar ja. En dat is, dat is ook grappig, want, want van een Amerikaanse film, wat je zelf zegt, kijk er ook totaal niet van op. Hè? Je gaat kijken op Black Panther en je mocht de wagen niet druk in het feit dat er keihard veel zwarte mensen op dat scherm rondlopen. Of, nee, je, nee, maar je kijkt... zelfs, dat, is, dat is zelfs ja. eigen aan, aan de mensen zelf. Een ja. dom voorbeeld: Black, de film Black, ja. de meeste problemen dat hebben gehad is van de zwarte gemeenschappen. Want je zit aan het ja, filmen ja. en mensen zijn kwaad. Ja, je ziet... Je ziet hier criminelen aan het filmen, je ziet ons in het slecht daglicht aan het springen, bla bla bla, uh -huh. bla, bla bla, bla bla. En dan stel ik hun de vraag: waar is die persoon die drugsdealer speelt? Die zwarte persoon die drugsdealer speelt, waar is dat Denzel Washington was? Hij ja. zo, Oh ja, ja, Denzel is een goede acteur. Ik zo wilde geen Belgische Denzels. Het is langs beide kanten, snap je? <laughs> het is langs beide kanten, omwille van het feit dat er in buurten camera's zijn gekomen enkel en alleen om hun in een slecht daglicht te filmen, rellen, problemen en dergelijke. Zijn zij wantrouwig tegenover filmcruise? Mm -hmm. En zeker als zij zwarte jongeren gebruiken, dan gaan ze de vraag komen: stellen we gebruiken jullie onze jeugd voor? Ze zijn weer om ons uh, weer, uh, af te plakken als uh, apen of wat? Mm -hmm. Dus het is dubbel. Ja. Het, het, is, het is echt dubbel. En daar moeten wij, daar, dat heeft tijd nodig. Dat heeft mm -hmm. echt tijd nodig. En heel veel mensen maken de fout van te vergelijken: Amerika te vergelijken met België, Holland te vergelijken met België. Frankrijk te vergelijken met België en dan te zeggen dat we achterstaan. Maar wat ze niet beseffen is, Holland heeft langer migratie dan ons. Frankrijk heeft een langere migratie dan ons. Amerika heeft een langere migratie dan ons. Wij zitten hiermee hoeveel? 60 jaar migratie? Mm. Als mokro's? Mm -hmm. Dat is 20 jaar minder dan Frankrijk. Ja. Als je Frankrijk nu 20 jaar terugdraait, staan wij verder. Als je Holland tien jaar terugdraait, staan wij verder ja. in België. Die vergelijking wordt nooit gemaakt. Oh nee, eh, die meer. Nee. Mm -hmm. nee omdat dat die echt... hebben we nu meer. Maar mm -hmm. als je die terugdraait naar de tijd waar dat de eerste opkomende Marokkanen en de eerste opkomende buitenlanders waren, dan hadden ze veel minder. Mm -hmm. En ik dag van vandaag klagen Hollanders dat wij veel beter dingen maken. Ja. Dus ja, het is allemaal heel relatief. Allemaal heel je kunt het bekijken op zoveel verschillende manieren. Hmm. Cool. Wat zouden. Je, als je zo. We zeggen je dat je je eigen. Dat is altijd moeilijk om te zeggen. Maar je hebt je, hebt je passie gevonden. Je zit er keihard in. Je hebt al heel coole rollen gespeeld. Binnenkort komt er een hele coole film met. Hmm. Met u in de hoofdrol. Um, hoe zie je het evolueren voor u? Je? Als, je, als je letterlijk. Uw eigen droomscenario zou kunnen uitschrijven. Hoe zou jij willen dat uw carrière eruit ziet? Oh, hoe zou ik willen dat mijn carrière eruit zien? Divers. Maar vooral, ik, ik wil eigenlijk gewoon vooral een, een, een rust kunnen hebben in mijn dagelijks leven. In de zin van ik zou gewoon... Ik wil gewoon geraken op een punt waarin ik niet meer moet nadenken aan huur, niet meer moet nadenken aan, aan mijn moeder, haar huur, niet meer moet nadenken aan, aan niks. Gewoon dat iedereen van mijn familie goed zit, leeft, drinkt, eet, lacht. en voor de rest maakt het niet zoveel uit wat er op carrièrevlak gebeurt, zolang dat ik rol mag spelen. Ik ben er echt van bewust, ik ben er echt zeker van. Ik, er is niet echt zoiets van, ah, oh, dat zou ik echt doodgraag willen spelen. Want ik weet dat eenmaal dat ik dat gespeeld heb, dat dat niet meer het geval is. Had ik nooit anders willen. <laughs> <laughs> dus ik neem het gewoon hoe dat komt. En ik laat het gewoon op mij afkomen. En ik ben gewoon enorm denkbaar dat ik, dat ik. De keuze heb om een rol te spelen. De vrijheid heb om een rol te spelen. Dat ik ook een van de weinige acteurs die tijdens COVID. Heeft mogen spelen. Daar ben ik al enorm denkbaar. om. En de rest komt wel. Ik heb zoiets van. Het ding waar ik het meest heb gedaan in mijn carrière is geloven in mijn pad slecht of goed ja of nee gewoon er echt effectief in geloven dat is heel moeilijk om te doen dat is heel moeilijk om te accepteren maar het, het enige pad dat je hebt is diegene die je zelf hebt en vertrouw erop dat, dat, dat bepaalde zaken gaan, gaan, gaan goedkomen vroeg of laat, vertrouw erop dat bepaalde dingen hun weg zullen vinden en zoals ik heb zeggen dat in de zin zeg ik in de film, en dat is ook een zin dat ik in het dagelijks leven zeg. God geeft je nooit wat je wilt. Altijd wat je nodig hebt. En als dat een gesloten deur was, dan was dat een gesloten deur. Dus ja, dat zien wel. Nabil Malat, merci om af te komen. Mega cool. Misschien uitnodigen. Om uh, 15 oktober gaat hem op het Filmfest in Gent uh, in première. Cool Abdul, een biografische film over het leven van uh, bokser Ismail Abdul. Ik zou zeggen, ga dan maar kijken. Trailer ziet er in ieder geval al geweldig uit. Ik ga hem sowieso zien. Uh, Nabil, super veel succes met alles dat je doet. Als je nog iets crazy doet, dan kom je hier gewoon maar terug zitten en dan nee, vertel precies. er meer over. Uh, we waren heel blij dat je hier wordt. Dat is even de meest intense, coole dingen dat ik al gedaan heb. Dus thanks for being here. Dat was heel graaf. Dat was het voor ons voor vandaag. Ik ben Alex, dat is Andries. Wij zijn samen welcome to the AA. En volgende week zijn we er uiteraard weer terug when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, I'm here at the end of the song. it ergens over moet gaan, send the best deal. Not the best. Glimmer's on the ground. Idere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.